Dinsdagavond 29 juni het jaar 2010. De late uitvoering van VU Oranje vanuit de Kurhaus in Den Haag Scheveningen. Vandaag met Johan Derksen, René van der Grijp, Jan van Halsten en Erik Dijkstra. Een beetje bang toch? Ja, gooien. 5000 lange kilometers. De dood of de gladiolen. Wat dramatisch, ik moet je er even uitknippen hoor. Ja. Hier krijgen we problemen mee, dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja. Marianne Thieme hangt ja. Op de telefoon. Ik zou net zeggen, Marianne Thieme is nu onderweg in de auto hier naartoe hoor. Ik hoop niet dat dit een slecht voorteken is uiteraard. Niet in de auto, maar op de fiets waarschijnlijk, want dat mag ook weer niet natuurlijk. Maar het is niet best natuurlijk wat daar gebeurt. Ja. Ja, jullie hebben die duiven geregeld. Hallo. Ja, maar wie gooit er nou met één hand een duif de lucht in? Dan moet je met liefde. Hoezo moet dat met twee handen? Dan moet je, hier, jullie, moet je jullie. Hier, van... je gooit het weg alsof je... Die duif die zit al twee weken in zo'n hokje. Ja, je bent er niet aan het bowlen of zo, man. Je gooit het ding weg alsof je een bal weggooit of zo. Het is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ik zie dat Johan... Je stemmet zitten knikken. Nee, of, maar ik ben aan mijn 136e uitzending bezig. Ik vind het wel lekker als iemand even komt. Juf Holland Jup. Ja, zo zeg jij het steeds. Oh, Jezus, ja. Schaamteloos werkelijk. Ja, wat schaamteloos. Nou. Jongen, we zitten bij de commerciële televisie. Nou, nee, maar ik had toch liever dat jij met zo'n oranje t-shirt van Jupiler aan zit en dan met die bloes van de cowboy over hem tegen lopen. Ja. Oh, er zijn de directie van Jupiler is in de zaal. Hoor. Ja, die zijn er blij mee inderdaad. Ik vind het nadeel van hun programma, de hele grachtengordel, als een van die redactie dit maakt, dan loopt de hele grachtengordel een looppas daar naar het programma toe, want iedereen komt daar kwijlend binnen, je telt pas mee als je dat in het programma komt. Het is een uitstekend programma. En ik heb me ook wel eens laten verleiden, want je wil niet vervelend zijn, maar wij hebben ook altijd gasten nodig. Toen had ik eens een keer... Een hele drukke dag, kan ik me herinneren. En toen deze in beroep op mij... Ja, meneer Derksen, kom nou, want we hebben zo'n leuk dit en zo. Ik zeg, nou, oké. Dus ik door de file naar Amsterdam. En dat is een verschrikking, want je moet er altijd om 7 uur zijn. En ik ben bij de middenweg, bij waar Ajax vroeger zat. En een juffrouw van het programma belde. Ze zegt, uw onderwerp is geskipt, u kunt weer naar huis. Ik zeg, dat is prima, maar wil je mij dan nooit meer bellen? En als je daar komt, dan sta je namelijk 4 uur in de file voor 6 minuten tv. En zo graag hoef ik nou ook weer niet op de tv, hè? Want we hebben uren zat om te lullen hier. Hè? Ja. Maar... dan zit er tegenover je een tweede rangs filmster. Die gaan ze er ook mee bemoeien. En of een tafelheer. En daarna 6 minuten sta je weer buiten. En dan kun je weer de file in. En wat ik ook vind, ik vind Matthijs van Nieuwkerk... Dit is een verbreukelijkje wat je nu hebt. Hè? Het zit een beetje dwars. Maar ga door. Ja, alleen mijn zeer is niet 20 jaar oud. Nee. Maar een week of 3. Maar Matthijs van Nieuwkerk vind ik een uitstekende presentator. Maar zijn rol van de grote ster, die stuit me een beetje tegen de borst. Hij moet iedere avond een tafel gasten hebben. Maar Matthijs voelt zich te groot om ook als gast een keer bij een ander aan te schuiven. Je weet hoe het werkt. Als wij John de Mol aan tafel willen, dan moeten wij als tegenprestatie in een of ander weggooiprogramma om 12 uur op zaterdagochtend leuk gaan staan te doen met z'n drieën. Weet je wel? Wij worden niet uitgenodigd, vroeg ik al. Zo wissel je een beetje uit. En wie is dan Matthijs van Nieuwkerk dat hij nergens aanschuift en dat wij slaaf bij hem? Ik ben hier toch nu, Johan? Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Maar... Matthijs van Nieuwkerk is toch niet onze lieve heer die niet even hier aan kan schuiven terwijl wij in looppas daar naartoe moeten. Dus ik ga niet meer voor 6 minuten. Ik heb gezegd, als jullie een media-uitzending met laatst heen geweest, 3 kwartier, dan word je serieus genomen. Maar ik ben dus niet afgeserveerd te worden door mevrouw Halina Reijnen of heet ze of zo. Dat Halina, meisje met... Halina Reijnen. Ja, die gaat er ook mee zitten praten over voetballen, denk ik. Ja, probeer eerst eens 3 woorden een film achter elkaar foutloos te zeggen. Dit moest je even kwijt, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat zat even dwars, nou, dit, hè? Ik ben kwijt. Dat ligt er ook puur aan. Ik ben gek van de Nederlandse competitie. Ik merk gewoon als ik het WK zo vol in het WK zit... helemaal als het ten einde komt... dan denk ik, ik heb eigenlijk wel weer zin om gewoon naar Willem II NAC te kijken. Meen je dat echt? Ja. Jezus, jong, heb je slecht huwelijk of zo? Godverdomme. Het is echt zo. Ik vind echt elke... Nee, maar mensen vragen mij wel eens, want ik kijk... Willem II NAC? Ik zie daar alle wedstrijden.
Dan zie je op 6 schermen te kijken in alle wedstrijden. Ik zie elke wedstrijd wat anders. En Jan vertelde dat Dikkie Advocaat, die ligt nu manisch depressief in bed, hè? Ze hebben 7 uur in een bus door dat Krugerpark naar een olifant gezocht. Niet gevonden. Gewoon 7 uur in zo'n bus gezeten. Dikkie op zijn tenen gestaan, kon hij net over de reling heen kijken. 7 uur lang, hè? Nee. Geen olifant gezien. Nee, maar Dick vond het geen probleem, want hij hoefde zijn eigen strippenkaart niet in te leveren. Oké. Blatter is de baas. Ja. Alles wat er verkocht wordt, moet meneer Blatter aan verdienen met zijn organisatie. Is dat die man die bij zijn aanstelling toen onderuit ging? Dat was die man die wel eens van het trappetje valt. Ik wil hem nog een keer laten zien. Ja, is dat zelf ook? Want misschien, als ze geluk hebben, staat hij deze keer niet op. Ja, nee, daar kunnen we niet genoeg van krijgen. Ja hoor, gaat hij weer. Ja, daar kunnen wij absoluut geen genoeg van krijgen. Sepp Blatter, maar bij de runners geluk bij deze Johan Derksen, Thijs van der Brink en Jan van Hals, dames en heren. Het park bij in de kwartfinale staat van een WK. Het had nog erger gekund als Japan erin gestaan had. Ja, die vind je nog erger? Nou, Paraguay heeft nog een paar voetballers. En Japan, dat zijn 11 robotten. Ja. Die worden opgedraaid en die worden losgelaten. En die lopen 1,5 uur als een kip zonder kop over het veld doen. En uiterste beste zijn topfit, maar hebben niet 1 virtuoos moment gehad. Maar Honda is dan een uitzondering? Nou, Honda is een hele aardige voetballer. En die steekt met kop en schouders erbovenuit. Maar dan moet hij wel ondersteuning krijgen. Dus die jongen moet hier moedeloos van worden. Die is namelijk zo snel gegroeid. Ja. Die is absoluut de verdette van het team. Ik heb een beetje het idee dat jij teleurgesteld bent, maar had je er van tevoren iets van verwacht dan? Nee, maar serieus. Ik had er totaal niets van verwacht van die wedstrijd. We zitten in de 8e finales van het WK, René. En nu gaat het Maar ik bedoel, het enige wat Frank Snoeks kon zeggen is dat de voorstopper van Paraguay bij Brugge gespeeld heeft. Maar dat heeft hij maar 1 keer gezegd. Nee, dat heeft hij 8 keer gezegd. Oh, ja. Ja, wat moet je ermee? Ja, het heeft ook een beetje met de tactiek te maken die coaches erop nahouden. Ja, natuurlijk. Iedereen... Dat wou ik net zeggen. Ja, natuurlijk. Daar moet je het ook over hebben. Ja. Het is natuurlijk een schande dat een land als Italië tegen de lammende blinden met 1 spits speelt. Ja. Het is een schande dat Brazilië met 3 verdedigende middenvelden speelt. Ze spelen met een blok van 6, zegt Bert. Kijk, de enige die aardig vooruit spelen met Schweinsteiger en met Özil en met Müller, en dat zijn die Duitsers. Die spelen aardig vooruit. En dan gaan we dan allemaal beweging volop. Daarom waardeer ik die slagenzanger op de bank zo. Maar ook wij, hè? Wij spelen ook voor de gezelligheid voorin met 4 middenvelders. Hè? Met Van Persie, met Sneijder, met Van der Vaart en met Kuyt. Die spelen alle 4 op de middenveld normaal gesproken. Hè? Ja. Nee, wij hebben lekker weer aanvallers erin staan. Ik bedoel, als Bert van Marwijk. En wij zeggen allemaal, als hij de Jong vervangt voor Van der Vaart, 100% dat je beter voor krijgt. Nou, ik denk dat het... Nou, in zijn slaap komt het nog niet op bij Bert. Nee, dat gaat niet gebeuren, nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar wat ze doen, de coaches willen niet meer verliezen. En die hebben een strategisch schaakspel uitgedokkerd. Ja. En dat schaakspel, dat wordt over de ruggen van de tv-kijkers uitgeprobeerd. Ja. Als we maar niet verliezen. Maar daar kan Blatter dus toch niks aan doen? Jawel, Blatter kan natuurlijk... Blatter kan een heel plan opstellen. Mensen opvoeden, niet leuk doen. Nee, mensen... maar, dat kan toch niet? Nee. Blatter kan toch niet zeggen, jullie moeten aantrekkelijker... Blatter moet het initiatief nemen. Moet alle coaches die deelnemen aan een WK voor de WK bij elkaar roepen. En dan gaan jullie aanvallen. Nee... Dan heb je de tweede coach. Ja, maar dat zegt en allebei lak in hun haar zouden daar aan liggen. Ook bij de voetbalbonden liggen weer verantwoordelijkheden. Als we nu deze elftallen gehad hadden zonder coaches... en Blatter had voor de wedstrijd gezegd in de kleedkamer... jongens, hartstikke veel succes. Had je leukere wedstrijden gezien? Ja. Prachtige wedstrijden gezien. Ja. Weet je nog bij die verkiezing toen je aangesteld werd? Heb je dat gezien? Ja, dat die viel. Dat die gevallen ja, is. Ja, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Nee, daarom... Een keer of 5 keer laten zien. Nee, vanaf nu, als Blatter aan het woord komt... Dan... Laten we het weer even zien. Want ja, maar helaas staat hij iedere keer weer op, hè? Ja, daarna gaat hij ook nog... Ja, nee, de komende week alleen nog maar Blatter als hij aan het woord komt... om even dit moment... Dit is het mooiste, dat hij ook nog die... Johnson, hij heet die Johnson. Toch een verontruste kijker, Edgar V. uit Urmond, die een beetje verslag is naar aanleiding van gisteren. Die zegt, meer dan eens heeft u gezegd dat profvoetballers voor onze jeugd een voorbeeldfunctie hebben. Heeft u enig idee hoeveel jongeren gisteren naar VU Oranje hebben gekeken, terwijl de discussie met Hans van Breukelen ontaarde in een ordinaire scheldpartij? Is dat het goede voorbeeld? Verbeter de wereld en begin bij jezelf, Johan. Ja.
Ik vind niet dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik zit hier als journalist en ik geef... Nee, ik geef mijn mening. Maar een voetballer die aanbeden wordt door miljoenen jongetjes... die heeft wel een voorbeeldfunctie. Maar ik ben een eenvoudige journalist en ik zou mezelf overschatten... als ik mezelf een voorbeeldfunctie toedichte. En kijk, Hans en ik hebben verder geen problemen, maar Hans zat... met een soort probleem uit het verleden. En die vond dat hij onrechtvaardig ooit door mij behandeld was. En ik wist niet waar hij het over had. Het liep een beetje uit de hand toen hij over jouw haar begon... en jij hem een schelen begon te noemen enzovoort. Oh, nee. dat was niet zo handig. Nee. Kijk, jij moet altijd... Jawel, maar hij maakt een opmerking dat ik het waarschijnlijk allemaal niet goed hoor... vanwege mijn lange haar. Dan denk ik, mijn mening, mijn argumenten en wie ik ben en wat ik zeg... heeft niets te maken met mijn haardracht. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik maak ook geen opmerkingen... dat jij een andere mening hebt of dat je een bril op hebt... dat dan iedereen scheel is. Ik vind dat ongepast. Of ik nou mijn haar kort heb of lang... mijn mening, daar zit ik hier voor. En het is ongeveer een 50er jaren mentaliteit... om daar opmerkingen over te maken. Ik dacht dat we daar wel klaar mee waren in Nederland... hoe iemand zijn haren heeft, zeg. Ja, waar gaat het over? Jij hebt het er ook wel eens over die hele grote ogen van William Vloed. Daar maak je ook allemaal grappen over. Dan krijg je dat toch ook? Ja, maar William Vloed die staat inderdaad altijd met grote, paniekerige ogen in de camera. En dat mag dan weer wel. In de camera te kijken en dan stoppen ze een euro in zijn kont... en dan blijft hij een half uur praten. Nog wel gek om van Dexedrine. Dat waren pilletjes die ook bejaarden kregen om de laatste dagen... een beetje vrolijk. Nee, je werd er vrolijk van. Het was een antidepressiva, maar ook je vermoeidheidsgrens werd verlegd. En wij hadden om 2:30 allemaal zulke ogen in de kop. We schopten op alles wat bewoog. Maar Frans Derks die hield van mannelijk voetbal, hè? Dus alles was toegestaan in die jaren. En je hoefde nooit te plassen, want dopingcontrole was er niet. Maar als je semi-prof was en de hele week moest werken... en dan in de namiddag moest trainen... je moest tegen René van der Kerkhof... en er zaten 10.000 mensen op de tribune, waar je niet voor lol staan, hè? Ja. Maar wat vind je ervan als je dat hoort? Ja, ik denk niet eens wat je nu noemt dat het op de dopinglijst staat. Er is verder niks aan de hand. Jawel, het zit bij de wekeline. Ja. Nou, wat ik ervan denk is, hoe kom je eraan? Ben je het zelf gedaan of heeft de dokter je eraan gedaan? Nee. Dat is een mooi verhaal, maar ik... Ja, vertel hem maar gewoon, Johan. Ja, gooi hem eruit. Ze zijn er nu toch. Ik ga ervoor zitten. Ja. Ik was toen met een juffrouw en die zat in het bejaardenhuis... En die moest dan, als er een bejaarde overleed... en die werd op de been gehouden met die pilletjes... moest ze die medicijnkast vernietigen. Maar dan deed ze de pilletjes in de zak. En als ze dan nachtdienst had, dan nam ze zelf zo'n pilletje. En dan moest ik 's ochtends om 7:00 mijn bed uit om naar mijn werk te gaan. Dan kwam zij thuis en Tom, ik kan je vertellen, dat waren gouden tijden. Dan had ik nog allerlei plichtplegingen te doen, hè. Want ik zeg altijd tegen meneer Schouda in 1962, waar ik nou weer getrouwd ben... de pillen uit het bejaardentehuis zijn hier al jaren zoek, hè, schat? Maar goed, daar loop je dan zo tegenaan. En ik werkte toen bij een platenmaatschappij in Haarlem. En daar hadden we een band. En die hadden een zanger, die had studiovrees. Die zong hier live de long uit zijn lijf. Maar er ging een lampje branden, nu moet je zingen. En dan sloeg hij op tilt. Maar die studio's huur je per uur. En dan belde meneer Kellerman de directeur op 's middags. Die zei, hoeveel nummers zijn er al opgenomen? Dan zei ik, nog niks, meneer Kellerman, want Guus is nog niet dronken. Als u wat anders wil doen, moet u groot doen. En dan kreeg je op je klote. Ik zei, Guus, ik heb pillen uit het bejaardentehuis. En hij zei, kom op met die pillen. 3 gegeven, Tom, Mick Jagger. 3 top 10 hits. Maar toen degradeerden wij met Haarlem uit de Eredivisie. En ik had die ervaringen met die band. En Joeks wilde in 1 jaar weer terug. En ik zeg tegen die jongens van, ik heb pillen uit het bejaardentehuis. Nou, we waren in 1 jaar terug, maar niet door de trainingen van Joeks. Dat is een zaak van de voetbalbond. En ik vind ook dat de voetballerij zich daar tegen moet verzetten. Want dan is het eind zoek natuurlijk. Het is wel te gek voor woorden dat meneer Balkenende hier de respect tot orde gaat roepen. Ja, ja. Maar goed, je hebt nu Domenech die bij de regering van Frankrijk is geweest. Hij had het niet moeten doen, Tom. Hij kan toch gewoon nee zeggen? Precies. Jij laat je toch ook niet bij de regering roepen als je met Donar verliest? Nee, precies, ja. Donar, dat is wel een hele tijd geleden inderdaad. Je hebt toch Donar, of niet? Ja. Of was dat voor de oorlog? Hey, Donar, dat is de geuzennaam. Trouwens, voor de mensen die dat niet hebben gezien op het moment, dat blad. We hebben het volgens mij inmiddels gevonden. Dat was bij een aanstelling. Toen kreeg hij gaf hier een hand. Ja, misschien heb jij het nog niet gezien, maar kijk hier, daar gaat hij weer. Oh, dat is een leuk beeld. Ja, dat is leuk, hè? Ja, ja, nee, die blad, dat is ongelooflijk. Die man, 74 jaar oud, en daar gaat toch... Ja, dat hij niks breekt, hè? Ongelooflijk. Ja. Dat... Wij hebben in Nederland zelf op dit moment mensen die dit jaar internationaal verschil gemaakt hebben. Robben, Van Bommel, Van Persie, Sneijder. 4 man. Ja. Die hebben die Brazilianen niet. Fabiano, heb jij hem zien spelen bij Panathinaikos dit jaar? Ik heb niet echt gevolgd. Weet die andere? Gilberto Silva? Ja, nee, die heb ik niet echt gevolgd. Nou, Maicon.
oké, maar zijn achterhoede speler. Maar voorin, Kaka het hele jaar geblesseerd. Fabiano bij, matig seizoen gespeeld dit seizoen. Nee, een goed seizoen bij Sevilla. En Rubinho moest weg bij Manchester City, speelt nu ergens in Brazilië. Ja, dat had te maken ook met een incident in een discotheek natuurlijk. Waar hij Geen moment zijn reputatie waargemaakt. Nee, en ik zie nog steeds voor mij de legendarische wedstrijd van Wesley Sneijder tegen Chelsea. Dat hij de wedstrijd opende en de beslissing forceerde. En wat Robben natuurlijk weken achter elkaar bij Bayern München gedaan heeft. En als die twee toevallig de geest krijgen en dan Van Persie gaat nog mee, jongens, dan gaan die Brazilianen om hun moeder roepen. Even de beelden van jou erbij pakken van vanmiddag. Dat dwingt toch dan toch minder respect af bij 538. Dan sta je daar. Ik had een volledige off-day. Ja, dan sta je daar bij 538. Dan zal je even laten zien. Ja, en die beelden die wil jij nou uitzenden? Die beelden die schijnen. Dan neem ik je persoonlijk kwalijk, hoor. Yo, we hebben er zelfs geluid bij, hoor. Dan komt hij. Johan Derksen die even laat zien hoe je moet voetballen. Even als voorbeeld. Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat doen. Hij gaat heel hard schieten, heb ik het idee. Johan Derksen aan de bal en. Nou, wat scheelt dit? Oh jee. Hij gaat finaal naast, Frank. Het voetbalgeweten van Nederland schiet gewoon een bal naast. Jongen, wat was dit nou? Nou, dit was een volkomen mistrap. Dat komt omdat de kabels op de grond liggen. Dan gaat die bal een hele andere kant op. Kom nou zeg, hé. Die kabels lagen er ook bij René, hè? Ja, ja. Komt die tweede poging van Johan Derksen. Nee. Johan, je deelt de positie met Gerard Joling. Oh, nee, maar dan lig ik er niet wakker van. Wat ging er nou mis, Johan? Alles. Alles ging mis, hè? Voor de finale nog helemaal lam worden, dat zou vandaag niet kunnen, denk ik. Nee, vandaag mag dat niet, maar het kan wel. Ja, nee, jij wel misschien, maar... Als je goed getraind bent, kan het. Tuurlijk. Ja, ik denk niet dat dat maar gaat denk gebeuren. Jij dat die spelers van nu geen biertje drinken? Alleen, ja, wij horen er misschien niks van. Ja, maar die worden niet in een celje naar boven gebracht, op hun bed gelegd en... Weet je niet? Dat weet je niet. Misschien is die kleine Sneijder al drie keer een heel klein zeltje. Ja, nou, dat hele kleine bedje gevraagd. Ja. Zou die in een gewoon bed slapen? Of in een Nee, een klein ledikantje. Die iedere avond door je land is een trappenzakje. Ik ben één keer achterna gezeten bij Top Os. Maar dat vond ik niet zo heel erg. Nee. Nou, maar dat begreep ik ook nog wel. Ik zat daar als co-commentator naast Leo Driessen. En 3 minuten voor tijd hoor ik opeens... Ding, ding. Het winnende lot is 496. Dus ik zeg tegen Leo, die heb ik. Hij zegt, wat is het? Ik zeg, een seizoenkaart. Ik ben weg. toen hebben ze me tot aan mijn auto achterna gezeten. Ja, maar alle twee de supporters? Ja, alle drie. Nee, alle drie. Alle drie. It's one for the other, with a voice full of fire, we will sing for victory. There's no one who'll stop us, cause they won't believe the strength of you and me. We bring in the love while we're spreading the word with our little big army. There's no time to waste, grab your things, don't be late, come on. René het al die tijd al gezegd heeft, die Brazilianen kunnen er geen kloten van, we gaan makkelijk door. Of niet, René? Ik vond alleen die Felipe Melo wel goed spelen vandaag. Ja. Jongen. Ik zit heel verbaasd naar rechts te kijken, hij heeft geen bril op, maar volgens mij is het hem wel of niet? Het is gewoon Mark Rutte, dames en heren, is ook nog aanwezig. Ja. Trouwens dat je die bent, dat hadden we hem niet, wisten we helemaal niet. Maar je wilde even bij Johan Derksen even kijken hoe het ging allemaal. Ja, ik ben natuurlijk een fan. Ja, ik heb niet voor niks op je gestemd natuurlijk. Ja, precies. Dat heb ik jou zien vertellen bij... Heb je al een abonnement op VI genomen? Wat zei je? Heb je al een abonnement op VI van Voor Wat Hoort Wat Wilt? Ja. Ik lees het iedere week. Ik zal je laten horen. Dickie Derks, hier is het. Wielrennen is een sport voor doorgefokte eencellige organismen die met kaalgeschoren beentjes en een spuit in hun kont als gekken een berg op proberen te komen. En dan ook nog een oortje in moeten omdat ze niet weten welke kant van de berg omhoog is. Maar Job Zoetemelk, Jan Janssen, Michael Bogert en Kenny van Hummel zijn natuurlijk sieraden voor de sport. Daar niet van, maar mij krijgen ze niet op zo'n fietsie. Verwaar deze creatie? Pure bewondering. Ja. Dat is goed. Pure bewondering. En ik heb een carrière nodig en die schijn jij te maken. Mag ik u zeggen trouwens? Nee, zeg gewoon Johan. Dan zeg ik Dickie. Bewondering. Ik heb even wat rondgebeld en ik hoor dat Nederland is ontploft. Want in de grote steden springen ze in grachten en ze doen de gekste dingen. Maar
ik wil niet achteraf ons gelijk halen, maar René en ik hebben het al het hele WK gezegd. We komen in de finale. En waarom luisteren die mensen nou niet gewoon? Die kunnen gewoon op ons advies. Op ons advies kunnen de horecahouders bier inkopen. Nee, maar noem nou eens twee geslaagde acties waarvan je zegt: dit is het Nederlands elftal dat we graag willen zien. Geslaagde acties, hè? Een aanval over twee of drie schijven. Vandaag heb ik ze niet gezien. Ik heb wel heel veel goede wil gezien. Ja. En ze hebben stuk voor stuk geweldig veel werk verzet. Dirk Kuyt ook, hè? Belangrijk. Dirk Kuyt heeft uitstekend linksback gespeeld. Maar kun je nagaan, dat is dus ook waarschijnlijk de reden waarom Van Persie zo onwaarschijnlijk pissig is. Omdat Dirk Kuyt is de man, de gevierde jongen nu, hè? Met zijn mouwen opgestroopt. Als je zo'n mooie voetballer bent, ja, dan begrijp ik wel dat je pissig bent. Ja, maar de bondscoach heeft weer gelijk gekregen. Ja. Dirk Kuyt heeft die bek afgestopt en het was nodig. Dus hij heeft gewoon gelijk gekregen. Maar ik heb wel genoten van die drie man bij die Brazilianen voorin. Hè, die dus gewoon de meest onmogelijke ballen van achteruit aangetrapt krijgen. Op die hoogte, op die piemelhoogte. En die ze gewoon klaarleggen gelijk alsof het niets is. Maar dan ook gelijk binnen een seconde de oplossing hebben. Hè. Ja, maar alleen na elkaar, hè? Want die drie dan, dat middenveld, die hebben totaal niet meegedaan. Ja, en we moeten niet vergeten dat de keeper heeft ons gered. Anders hadden we de rust met 3-0 achter gestaan. En dan is het wel een verloren wedstrijd. Ja, Stekelenburg een pluim, dikke pluim. Maar jij zegt het al, Nederland is ontploft. Waar ook, hier in Den Haag natuurlijk ook. Maar overal is het een gekkenhuis geworden. Het is een gekkenhuis. Ik belde mijn dochter in Utrecht. Daar sprong iedereen spontaan in de gracht. Ja. Ik hoop mijn schoonzoon ook. Ja, maar je zou de schoonzoon zijn van Johan Derksen, dat is het probleem. Ja, maar hij schijnt geen televisie te hebben, die schoonzoon. Was dat afgelopen, die relatie? Dat loopt niet helemaal meer zoals het hoort. Maar in mijn familie loopt geen enkele relatie zoals het hoort. Oh, okay. Dus wij kijken daar niet van op. Hij had wel een prachtige naam, kan ik Hij had een prachtige naam, het is een schat van een jongen. Ik mocht hem graag, maar daar kon de jongen ook niks aan doen. Hij heet Suikerbuik. Suikerbuik, dat was het inderdaad. Teruglopen. Dan denk je, ja, dit heeft geen zin. Ja, je bent te laat. Nee, dus het is niet zozeer de fout van Ooyer. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het nadeel van Ooyer is, een snelle centrale verdediger kan een fout van een andere op snelheid met een slijding nog herstellen. Maar als er iemand langs is, Ooyer haalt hem nooit meer in. Want hij is 35 jaar erg houterig en draait als een vrachtwagen. Dit had Speedy Gonzalez. Ja, maar dit kon je vergeten. Dit had Speedy Gonzalez er ook niet meer gehaald. Ik bedoel... Nee, dit kon je echt totaal Nee, maar vergeten. Ik vind het wel een wereld van verschil of je een fitte, jonge centrale verdediger hebt die nog fouten van anderen kan herstellen. Dan Ooyer, die alles voor zich moet hebben. En als hij dan ingaat, dan is hij wel sterk in de tackle. Maar als ze er voorbij zijn, ja, dan gooi je de handdoek. Slim gespeeld vandaag, Johan, want hij heeft absoluut niet matig verdedigd. Hij heeft voor zijn doen niet slecht gespeeld. Nee, vind ik ook. En Matthijs is natuurlijk ook niet echt snel. Maar ik vind het al snel meevallen als Ooyer meedoet. Ik ben al blij dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Want ik vind absoluut dat die man niet meer in het Nederlands elftal kan spelen. En ik vind het ook te gek voor woorden dat een wisselspeler van PSV in het Nederlands elftal speelt. Maar wie had jij dan opgesteld, Boeleroes? Ja, ik had Boeleroes opgesteld. Maar die heeft al amper een wedstrijd gespeeld dit seizoen ook. Nou, dan moet je hem niet meenemen. Nee, ja, eens. Maar dat geldt ook voor Ooyer een beetje misschien. Je kan Boeleroes is fit. Ja, oké. Okay. Je kan hem wel iets meer credit geven voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd heeft hij het Maar geef jij dan die credit? Doe jij ze aardig tegen Ooyer? Ik vind het niks. Maar waarom doe je... Ja, maar het gaat toch om deze wedstrijd? Je hoeft hem in het algemeen goed te vinden. Nee, maar iemand die op zijn tandvlees net meespeelt... en dan valt het ons allemaal wel mee. In de wedstrijd tegen Brazilië op een kwartfinale van de wereldtitel. Ja, dat is toch niet slecht, hoor. Mag ik mijn boerenverstand een klein beetje credit geven? Eén actie van Ooyer was diep in de tweede helft, volgens mij. Dat ik dacht, nu krijg je een penalty tegen. Ik weet niet precies wanneer, in welke minuut het was, maar dat hij hem naar de achterlijn dreef. Was Robinho volgens mij. Ja. En mooie slijding op de bal en veilig. Nee, maar. Terwijl een penalty zat erin. Als je hem puur op. Als je hem. Nee, maar. Als je hem puur op deze wedstrijd beoordeelt. Ik heb het geprobeerd in ieder geval. Heb hij niet veel verkeerd gedaan? En is hij nergens betrokken geweest? Maar zelfs dan wil deze man aan deze tafel nog niet een keer. Deze wedstrijd is het. Je hebt een hekel aan goed gedaan. Je haat die man. Nee, onzin. Nee, ik zeg niet dat hij gefaald heeft, maar hij heeft niet meer het niveau voor het Nederlands elftal. Nee, maar hij heeft het nu goed gedaan. Maar trouwens, wat ik geef het je te doen. Ik doe 5 minuten of 10 minuten voor zo'n wedstrijd wordt er gezegd, hup erin. Ja. Valt niet mee. En dan heeft die jongen geen fouten gemaakt, nergens betrokken geweest waar fouten werden gemaakt. Ja, en dat die Robinho niet dichtloopt, nee. Maar er zijn er meer. Als je Duitsland treft, dan krijg je echt een hele moeilijke middag. Ja, maar ik heb het idee. Wacht, wat gebeurt hier? Nou, er gebeurt niks. Ik blijf wel achter het Nederlands elftal staan. Maar dit Duitsland, dat is veel sterker dan ik in het begin van het toernooi verwachtte. Ja, want ik wil niet veel zeggen. Tot nu toe hadden jullie hier een beetje aan de tafel geroepen. Dat kunnen ze allemaal hebben. Nee, we kunnen ze ook allemaal hebben. Nee, ik toch niet. Jawel, jij ook, man. Ik heb gezegd, als we Spanje op een goede dag treffen...
Nou, ja. Die schiet er gewoon 5 in voor de gezelligheid zo. Ja, echt waar, serieus. Als wij, nee, jij zei dat wij moeten, mochten ze een goede dag hebben, die Spanjaarden, dan zouden we het nog eens een beetje lastig kunnen krijgen. Maar verder kunnen we met 8 man gewoon die finale halen. Dat heb jij geroepen op een gegeven moment. Halen? Ja, en dan ook in maar die finale. Dan, nee, maar in die finale heb je ook gesteld... Nee, ja, Jurek weet, dat is geen enkel probleem. Maar dan gaat het echt gebeuren natuurlijk, maar, hè? Je geheugen laat je toch niet in de steek? Nee, natuurlijk laat mijn geheugen me niet in de steek. Je bent de leuke dat je ooit bent geweest de afgelopen 3 weken. Maar je wou toch niet het gevoel van humor Maradona vergelijken met mijn snedige humor? Nou ja. Ja, wie ben ik om daar wat op te zeggen inderdaad. Of laat die vrouw van Maradona ook kusscheetjes dan? Ik denk dat het weer tijd wordt om naar de reclame te gaan. Ja. Ik www.veoranje.nl. Jij denkt van niet? Denk van niet, nee. Ja, dat valt nou ook weg. Ja. En Jan, als ik nou lees in de krant dat Ajax geloof ik 21 miljoen tekort komt dit jaar. En dan vraag ik me af, waarom is zo'n Lodero gekocht? Oh, waarom? Wat is die slecht, hè? Die kan er helemaal geen peper nodig van. Die kan er helemaal niks van. Nee. Dat is ook net zo'n gozertje van Bart Smit, weet je wel, die aan het eind zo omdraait. Dan gaat het... Hè? Ik vind het helemaal niks. Vind jij het wat? Hè? Nee. Johan, dat lekke ding. Ik ben helemaal met hem eens. We worden echt wereldkampioen. Wat zeg ik? Oh, ja. Mag ik nog even wat zeggen tegen dat meisje? Als hij niet onder de 40 was, dan... Mag ik even wat zeggen tegen dat meisje? Kamer 475. Jij komt weinig meer thuis, heb ik de indruk. Als ik je er ook zo bij zie zitten, dan... Je mag er niet meer in, zeker thuis. Is dat de Sergio Ramos'en van deze wereld, die werpen zich dan op om het te gaan doen, hè? Ja, die gaan dan de solo aan en het hakje... Geef een signaal af ook. Geef een signaal af. Tjonge, jongen, wat heb ik me zitten erger aan, die gozer, zeg. Ja, geef hem lekker af gelijk, man. Er staan er zat naast hem. Ja. Maar hup, buitenom. En de voorzet kwam lekker aan. Hij kwam lekker aan ook, hè, de voorzet van Sergio Ramos. Hè? Lange Jan van Efteling had hem nog niet ingekopt. Ja. Nee, ik zweer het je. Heb je dat gezien? He? Ja, ik kan niet eens voor. Ai. Nou, toch na 3-4 wedstrijden Spanje wel achter dat je met Elia Robben moet spelen, hoor. Ja. Dat die Elia op die Ramos moet spelen en Robben op die Cap de Villa. Maar dat gaat niet gebeuren, Nee, maar dat zijn twee zwakke roeders, hè? Ja, maar hij begint hier met de basis. Dus daar kunnen wij hier wel over praten tot we naar ons wegen. Maar hij begint met de basis. Ja, maar dan zou hij helemaal niet luisteren. Nee, hij luistert niet. Nee. Ja, maar hij kan er ook na een uurtje invallen. Ik weet het, dat is heel onverstandig, maar hij luistert niet. De Argentijnse Bond wilde eigenlijk door nog 4 jaar met hem, maar dat zal nu wel iets anders liggen. Maar hij heeft ook nog gezegd, ik kan morgen wel opstappen, maar het belangrijkste is dat we de wereld hebben laten zien hoe we kunnen spelen zonder angst of zorgen. Hij ging ook op de filosofische tour op die persconferentie, maar... Ja, maar het is vermakelijk wat hij uitkraamt, maar het is allemaal onzin. Ja, in dit verband slaat het nergens en op. En wij weten als geen ander... hoe vermakelijk onzin kan zijn. Ja, dat doen we 3 weken bedoel je. Ja. En dat lukt ons heel aardig. Ja, daar zijn we lekker mee bezig. Dat betekent wel, als hij op zou stappen, en die kans is natuurlijk groot, dat morgen, alhoewel morgen kan het bij Maradona ook wel anders zijn trouwens. Zo kan het, als hij morgen opstaat, denkt hij ook van, wat kan mij het allemaal schelen, ik ga gewoon weer verder. En hij heeft nog een contract voor een jaar. Maar dan gaan we al die mooie dingen wel missen. De buikschuivers, de persconferenties, de gekke dingen. Nou, maar dat vond ik die sigaar had ik echt nog nooit gezien. Deze wel, maar die bleef ook fantastisch natuurlijk. Ja, vooral dat hij zijn benen nog probeert mee te pakken. Hij probeert snelheid te maken. Ja, hij probeert snelheid te maken nog. Nee, maar als die man wereldkampioen was geworden, dan hadden we de gekste dingen met die man meegemaakt. Ja. Dat weet ik wel, maar ik vind dat de beste trainer en het beste team wereldkampioen worden, maar niet deze idioot. Maar Johan, sigaren roken zonder elkaar is toch net als met motorrijders, die groeten elkaar toch altijd? Ja, maar er zijn ook wel eens momenten dat je beter geen sigaar kunt roken. Dit is toch wel, dit vind ik wel, dit heb ik nog nooit gezien ook, hoor. Nee, dit was van de week gewoon, op de training. Nee, maar vind jij nou niet dat die spelers ook een sigaartje mogen opsteken dan? Voor mij wel. Maar geeft het misschien ook een beetje aan dat hij niet beseft hoe belangrijk het allemaal is? Het doet maar, dit is leuk, maar dit is toch ridicuul? Dit kan echt niet, nee. Hè? Nee, maar bij die dingen die ik maar hier zeg onder de training, heb jij een vuurtje? die gozer zoeken. Dit heb ik echt nog nooit van mijn leven gezien. Dit. Nee, maar het is in aanloop naar een wedstrijd in de kwartfinales van het WK. Dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Nee, het kan echt niet. Nee, maar het erg is, het kan zo erg niet dat het leuk wordt. Ja. Hè? Nee. Maar Johan, wat is de raarste plaats waar jij een sigaar gerookt hebt dan? Ja, nu we toch onderweg zijn. Dit wordt heel persoonlijk. Ja, is dat zo? Nee, maar
Ik heb altijd een sigaar. Het eerste wat ik 's ochtends doe is een kop koffie en een sigaar. Ja. En voor de rest overal. Maar het wordt wat onsmakelijk. Maar ik vind het bijzonder ontspannend om op de wc te zitten met een sigaartje. Ja. Maar je vraagt ernaar. Nou, niet zeggen dat ik ordinair ben. Nee. Je vraagt ernaar. Maar ik vrees jou, want dat aanstaande... Ik ben wel ordinair, maar jij lokt het ook uit. Ja, maar aanstaande maandag in de knudde heb ik hem al nu in mijn hoofd zitten. En, knudde, die zit met jou met een sigaar natuurlijk op het toilet. Ja, daar kun je vanuit gaan nu. Ik vind het best dat ik maar een stropdas op heb. Ja. Ja, is er wel eens een moment, ik krijg heel veel mailtjes er ook over binnen, dat jij stond een stropdas door het leven gaat? Nee, ik heb nooit een stropdas op. Maar ik heb zoiets van, dat is een trend om zonder stropdas overal te gaan zitten. Wouter Bos is daarmee begonnen. Uit een soort dwarsliggen en zo'n notoren querulant willen zijn, heb ik alleen als ik op tv ben een stropdas om en voor de rest nooit. Oh, oké. Dus het is gewoon een act eigenlijk? Nou nee, het is geen act. Maar je zegt dat je moet altijd jezelf zijn? Ja, maar ik vind het wel prettig zitten. Oké. Maar je kunt ook met een slobbertrui gaan zitten. Je voelt ze op een kilometer aankomen ook. Dat is lang genoeg over elkaar gesproken. En René die kan dat dragen, want die is vanmiddag naar de Keukenhof geweest. Ik vind, Louis heeft het voetbaltechnisch heel goed gedaan. En daarna heeft hij alles eigenlijk weer verpest in mijn ogen. Door als een dorpsidioot zich met een lederhoze op een bordes te hijsen en gaan staan te blaren als een volksmanner. Dat hoeft nou ook weer niet. Maar als wij wereldkampioen worden, ga jij dat hier toch ook doen? Hier buiten, ga je er ook staan roepen, wij zijn de beste enzovoort? Jawel. Natuurlijk, dat ben ik ook een beetje aan mijn stand verplicht. Ja. En dat moet dan wel in samenwerking met de burgemeester en de politie, want er komt natuurlijk erg veel publiek op af. Ja, als dat bekend, en als dat uitlekt, zeker ja. Nog niet weten, mocht u misschien later hebben ingeschakeld, Johan Derksen rookt regelmatig een sigaar op het toilet. Dan denkt u, wat moet ik met deze informatie? Maar dat heeft Johan hier net bekendgemaakt. Maar het mooiste van alles is dat het inmiddels ook op de Telegraaf-site staat. Johan Derksen rookt sigaar op de pot. Ja, serieus waar. Ja. Ga zo door, zegt Jos Govaert. Maar... Kijk, daar is hij. Ja. Bij de privé. Bij de privé. Privé-party. Maar ik moet ook zeggen, die krant heeft altijd een neusje voor nieuws gehad. Ja. Op weg naar de halve finale, die gaan we met gemak winnen. Dat zeg jij ook, Jan, ja, volgens mij. Dan gaan we naar zondag. Dat zegt Rob ook en Johan ook. We maken ons op voor zondag en als ze dan in hun normale doen zijn en een ietsje beter spelen, zijn we wereldkampioen voor het eerst in de historie. En daar profiteren we allemaal van mee, een heel land en wij ook. Ja, maar we hebben eerst nog een week te gaan, Johan. Aan deze tafel ook. Morgen zitten we hier weer om 10:00. Nou, voor een weekje meer of minder draaien wij onze hand toch niet op? Nee, dan vertel je gewoon nog een keer waar je sigaren rookt. Dan komt het altijd goed. 10:50 zijn we er. Maar vertel, de fuik, Wim Suurbier. Ja, ik moet het vertellen. Nou, het was zo dat... Kijk, heeft er zin in, hoor. Het, klaar voor. Het leuke is van dat verhaal dat toen hij bij Sparta kwam... had ik deze foto op mijn kamer hangen. Ik woonde nog bij mijn ouders. Die. En ik had deze foto als poster op mijn kamer hangen. En Wim was mijn held. En toen speelde ik dus met hem. Toen kwam hij bij Sparta. En toen heb ik 4 maanden bij hem gewoond. Hè. Ik heb toen 4 maanden bij hem gewoond. En gingen we vaak uit, weet je wel. En dan meestal gingen we de vooravond naar een cafeetje. S'avonds een discotheek. En op een gegeven moment rijden we om 3:00 s'nachts over de Maasboulevard naar huis. Fuik, alcoholcontrole. En Wim schuift achteraan. En ik zit naast hem en hij kijkt mij aan. Hij zegt, wat is dit? Daar kwam natuurlijk het Amerika. Ik zeg, Wim, dit is een alcoholcontrole. Jullie hadden? Ja, we waren allebei zo blauw als een aap. Hij zegt, en wat gaan we hier aan doen? Ik zeg, ja, blazen. Hij zegt, en dan? Ik zeg, ja, dan kan je voorlopig Amerika niet meer in. Hij zegt, kom, gaan we achterin zitten. Dus ik kijk zo. En hij gaat zo tussen die banken door achterin zitten. En ik ook. En we zitten achterin. En hij draait zijn raam achterop open. En hij roept keihard, Henk, dit is toch niet afgesproken? En er komt een agent aangerend met zo'n pet op en die zegt, jongens, wat is dit? En hij kijkt de agent aan en hij zegt, zou je altijd zien? Je neemt een gozer mee te rijden, je rijdt fuik in en weg is die. Waarop die agent zegt, ja, maar ik zag niemand uitstappen. Hij zegt, nee, ik kan nagaan hoe snel die geweest moet zijn. En die man die staat daar en die zegt, ja, maar... Kunnen we hem dan niet nog zoeken? Ja, natuurlijk, zegt die super. Dus wij stappen uit en wij lopen om dat pompstation heen te roepen naar die Henk en die super ook. Henkie. Waarop die agent tegen die super zegt, hoe ziet die Henk eruit? Ja, toen maakte die de legendarische. Hij zegt, hij lijkt sprekend op mij. En die man had nog niet door. En op een gegeven moment zitten we weer in de auto en die super weer achterin. En die agent zegt, ja jongens, hoe lossen wij dit op? Waarop die super zegt, nou... Ik ga niet rijden. Hij zei, ik ben zo blauw als een aap.
Hij zegt, René heeft zijn rijbewijs niet. Ik kan ook geen rijbewijs. En die agent die kijkt even en die roept, hij roept, Bert, moto 1. Bert, moto 1. En er komt een motoragent aan en die stapt van zijn motor af. En die gozer zegt, Bert, ik kan hier niks mee. Breng maar naar huis. Hij zegt, want anders, dit houdt alleen maar op. En die motoragent, ik vergeet het nooit, die gaat achter het stuur van die auto van Subi zitten. En die houdt dus zijn helm op. Nee. Houdt zijn helm op. En die Subi tikte mij alleen maar op mijn knie elke keer en zei, ben je ooit zo veilig thuisgebracht, Gijpje? Ik zeg, nee, nog nooit. En die laat die motoragent door de stad rijden. En op een gegeven moment rijden we over de Schravendijk al. En die Subi zegt, hier is het. Waarop die motoragent die stopt. En wij stappen uit voor de OQ Club, een palendansvereniging in Rotterdam. En ik hoor die man nog roepen toen wij aan de deur stonden daar. Maar hier wonen jullie niet. Waarop Subi zei, wel waar, en wij naar binnen. En we staan binnen. Ik zeg, Wim, wat moet er nou gebeuren? Hij zegt, je hebt twee mogelijkheden. Of hij gaat die auto op het bureau zetten, of hij zit nog te wachten buiten. Ik zeg, wat denk jij? Hij zegt, ik denk dat hij wacht. Ik zeg, nee, dat kan niet. Op een gegeven moment, na 10 minuten, gaat die deur van die seksclub open. En daar staat die motoragent met die grote witte helm. Nog steeds op. In die seksclub. Waarop die Subi keihard door die club roept, ja, het blijft toch je broer. Ja, het verkleedt zich graag als motoragent, vinden wij heel onschuldig thuis. Nou, echt. Hij heeft echt. En dat vond ik zo mooi. Ik ben het ook nooit meer vergeten. Ik heb ook mensen wel eens gehad die hebben het gedaan. Hè. Die zijn daardoor achterin gaan zitten bij alcoholcontroles. En ik heb nog nooit iemand gehoord waar het niet gelukt is. Wat een held, hè, die Willem, hè. Mooi, man. En nu de krantjes. Bij Inter heel veel bij geleerd en hij is in de rust ook opgestaan, vertelde hij vandaag aan Marcel Meijer. Ja, ik heb in de rust gezegd, jongens, kom op. Als het zo doorgaat, dan zijn dit de laatste 45 minuten van het WK. Ik zeg, en laten we dan met het gevoel het veld ingaan dat het wel eens de laatste 45 minuten kunnen zijn. Maar dat we wel alles van ons afgooien nu en gewoon gaan voetballen en laten zien wie we echt zijn. En ja, vanaf minuut 1 eigenlijk in de tweede helft was dat zichtbaar. Ja, toch een en beetje toen liep hij langs die Braziliaanse kleedkamer, toen riep jij, koppen jullie er nu eens een in? Slaat dit nou op, joh. Ja, hij is opgestaan. Ik bedoel, is het toch goed dat iemand dat doet? Ja, kom op, hé. En dat jij dacht die anderen dat niet wisten? Nee, maar die anderen dachten, we kunnen gewoon zo verder gaan en er niks aan de hand. Nee, maar het is toch altijd... Nee, ja, dat is altijd zo. Ja, ik heb ze ook altijd op zien staan in de kleedkamer, die rond te schreeuwen. Jongens, kom op, gelijk vanaf de eerste minuut. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ja, maar lukt ja, dat niet lukt niet altijd, nee. Nee, dat willen we allemaal. Of dacht jij dat er in de rust zei, jongens, laten we rustig aan, dan kunnen we lekker terug. Die onzin hier, ik heb het er nou wel mee gehad. Nee, kom op, dat, ja. Niks mis mee. Trouwens, ik hoorde laatst iets over gevallen FIFA-president, zegt deze jongen. Rob Hasper uit Rotterdam, weten jullie daar iets meer over? Maar ik vind, het wordt nu een beetje twijfelachtig, want het leuke is er nu vanaf. Ja, hoor. Vind je? Ja. Ik blijf het leuk vinden, ik kan niks aan doen. Daar gaat hij weer. Ja, maar het wordt een tikje voorspelbaar. Ach, daar hebben we allemaal wel eens last van, Johan. Nee, nou, ja. Ik niet. Johan, dan toch een morele vraag aan jou. Tim van der Meulen uit Marum, gaat u Wilfred en René een beetje missen? Over een week is het afgelopen. Nou, maar ik kan daar heel eerlijk in zijn. Oh jee. Kijk, de mensen weten, wij zijn geen vrienden. We lopen bij elkaar de deur niet plat. Maar wij respecteren elkaar zeer. Ik in ieder geval jullie en ik hoop jullie mij ook. En wij kunnen heel goed met elkaar werken. En ik kan jullie ook heel goed missen. Toch wel. Dus ik kom die vakantie wel door. Maar ik kijk al uit. Al moet ik niet al te hypocriet worden na het volgende seizoen. Ja, nou, wij ook hoor. Wij vinden dat... En wat mij bij opviel toen Raymond net arriveerde... dat heeft hetzelfde kapsel als jou tegenwoordig, hè? Dat is in, hè? Ja. Hebben jullie samen, delen jullie samen zo'n grote bus aan? Ik had het eerst een beetje zoals jij. Nou ben ik toch overgegaan. Ja, maar als je toch dit hebt, ben je dat niet hebben. Ja. Maar ik kan nou niet meer terug. Ja. Leuk hoor, tussen twee van die kappers, jongens. Ik ben er nooit iemand tegengekomen met dit kapsel gezegd, maar dat geldt terzijde. Nee, maar ik moet ervoor naar Nijmegen om dit in model te laten knippen. Wat? Wie doet dat voor jou? Dat weet jij heel goed. Noteer hem even. De haararchitect. De haararchitect, inderdaad. Ja. Hij staat erop, ja. We komen er wel, hoor. We komen er absoluut voor. Volgende week zijn we er en is helemaal vol bingo en dan hebben we een feestje. Echt gemeen, dat is hard. Ja. Dat hij heeft zelfs in het eerste seizoen bij een speler van DFC tegen zijn achterwerk geschopt ook gelijk.
Weet je niet eens meer? Ik kan me niks van herinneren. Nee? Ja. En je kan ook niet meer herinneren dat je, toen je bij Veendam speelde, dat je Sietse Visser of zo een verschrikkelijke schop gaf en dat het hele stadion jou begon uit te jouwen. Dat weet ik nog wel, ja. Ja. Nee, maar dat was de derby Cambuur-Veendam. En ik was natuurlijk verkocht van Cambuur naar Veendam. En dan kwam je voor het eerst terug en dan ben je plotseling de vijand. Ja. En ja, je weet, ze kunnen me wel blij maken, maar niet bang. Nee. En ja, toen ging het erop, hè, zo'n avondwedstrijd. En ik weet wel, dat zijn om. Want wij moesten in de kleedkamer blijven. En er moest eerst politieversterking komen voordat we naar de bus konden. Ja, maar dat kwam omdat het hele stadion viezerik had geroepen tegen jou. Toen heb jij je middelvinger opgestoken. Toch? Nou, je hebt wel weer een hoop research gepleegd, ja, hè? Maar dat klopt toch, of niet? Nou, ik heb me 12 jaar structureel misdragen op het veld. En ik ben dolblij dat die banden in die tijd bij Sport in Beeld opnieuw gebruikt werden. Want anders zou je me hier echt voor lul kunnen zetten. Ja. Ik kan niet, ik wil niet over een carrière spreken. Ik heb 12 jaar meegedaan, maar ik kan daar niet trots op zijn. Ik heb ontzettend veel gelachen, maar ik heb me als een gek gedragen. Ik geniet van het spelletje, ik geniet van dit WK, ik geniet van alles. En daar ga ik me zeker niet druk maken om andere dingen. Ja. Ja. Mooie woorden. Ja, maar kijk, zo'n Marcel Maier die begint te zeggen dat ik kritiek op hem heb. Ik heb op zijn voetbalkwaliteiten nog nooit kritiek gehad. Het is een van onze beste spelers. En als Jolante zich zo profileert dat ze deel uit gaat maken via de glamourwereld van het bestaan van Wesley Sneijder, dan krijg je wel eens een tikje van een columnist. En Nico Oudshoorn, Dijkshoorn, hoe heet hij nou? Nico Dijkshoorn. Nee, Oudshoorn is van het NRC. Ja, maar hij werkt wel bij jullie toch, Dijkshoorn? Jawel, maar ik heb Nico één keer gesproken in mijn hele leven. Dus, je gaat goed met je personeel op. Nou, hij is columnist en ik zie mensen als columnist niet als personeel. Hij gaat er op serieuze pimmel, ga door. Jawel, maar, nee, maar als jij onzin verklaart, dan moet ik dat steeds ontzenuwen. Ja. Maar die zei het zeer treffend. Die zegt, we houden allemaal van Wesley. En we maken ons wel eens een beetje zorgen of dat wel goed gaat met dat meisje. Die neemt hem zo in beslag en die heeft zoveel invloed op hem. Kijk, als Wesley, die een atheïst was, nu plotseling 4 uur per dag met een rozenkrans zitten bidden, dan maak ik me een beetje zorgen. En dat kan verder geen kwaad, hoor. Want ik heb liever dat hij dat doet dan dat hij aan de drugs gaat. Maar ik vind dat het meisje wel erg veel invloed op hem heeft. En daar worden dan opmerkingen over gemaakt. En als dat meisje zich niet zo nadrukkelijk profileert, is er geen columnist die daar wat van zegt. Kijk, als je je profileert, dan gaan ze stripjes over je tekenen. Scheidlogen, stripjes. Ja, elke dag maar weer. Nou, maar dan moet je dan niet over piepen als je een keer voor lul gezet wordt. Want ik ga hier toch iedere avond met mijn grote bek zitten. Nou, dan moet je ook een grote jongen zijn als je een draai om je oren krijgt. Ja, ik denk dat je morgen getekend wordt op de pot. Denk je ook niet? Met een sigaar in je mond. Die kans is groot. Morgen. Ja, nou ja, daar heb ik dan zelf om gevraagd. Ja, zo is het ook maar weer. Dat vind ik altijd nog beter dan dat ik getekend word met... Jij niet? Ja. Ja. Want jij werd vanochtend opgetekend. Ja, heel goed, met zo'n truitje ook erbij. Ja, precies. Ik vond het wel heel mooi. Ja, hij heeft oog voor detail. Ja, hij is goed bezig. Korbach, die dronk altijd bier en dat deed hij dan zo. En dan hingen er hier altijd druppels. Ja. Maar weet jij wat voor mensen... Wat het, dan moet je over iets heen om er iets van te zeggen. Ja. En die zeiden dan... Hangt een druppel. En dan zei hij... Weet ik. En dan moest hij zo lachen altijd. Dat hij altijd die druppels bier aan zijn kin hangen altijd. Met een hielspoor. Ja, dat is door de medici heel... Hielspoor, is iemand met een slepend been? Nee. Nee, dat is een verstarring van de Achillespees. Oké. Okay. Dat ontstaat ergens door overbelasting. Daar heb ik wel last van. Ja. Moet je goed luisteren? Hier liggen mogelijkheden, hoor ik. Ja, ja, er zijn mogelijkheden. Dat is medisch heel moeilijk te behandelen. Dat klopt, ja. Fysiotherapie duurt dat maanden. Ja. Nou, ik heb daar al duizenden mensen van afgeholpen. Hoe lang kan ik morgen terecht? Altijd. Nee, maar als je dus hard loopt, dan is dat een heel veel voorkomende blessure. Ja, precies. Ja. Maar in mijn geval is het zo moeilijk... In mijn geval is het zo moeilijk om... jullie uit te gaan leggen hoe het werkt, omdat ik zelf... Dan zeg je echt dat je hem daarvan af kan helpen? Ja, dat zeg ik, ja. Als dat gebeurt, echt, ja? Nou, dan gaan we dat ik ben bereid naar de kerk te gaan. Zo lekker ben je ervan af. Johan, zou die kans moeten aangrijpen, dit moment? Dit zal altijd een hele moeilijke discussie blijven. Ja, René blijft er een beetje buiten. Ik ben van wakker, hoor. Jij bent ook bij mij hier geweest. Ik had last van een remspoor. En dat was niet...
Nee. Dat was niet zachter. Geef jij nou eens toe dat je wel bij me bent? Jawel, jawel, jawel. Ik wil ooit een keer twitteren. Het was van mijn gillespezo. En? Ja, prima. Meteen goed. Ja, maar weet je wat? Ik liep als een tierenlief. Well, it's one for the other, with a voice full of fire, we will sing for victory. There's no one who stops us, cause they won't believe the strength of you and me. We're bringing the love while we're spreading the word with our little big army. There's no time to waste, grab your things, don't be late, come on and follow me. Goedenavond en hartelijk welkom. Dinsdag 6 juli het jaar 2010, een historische dag in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Nederland plaatst zich voor de derde keer voor een finale van het wereldkampioenschap. Ja, dit is toernooivoetbal, ouwe reus, hè? Nee, ja, nee, het is simpel als wat. Ik bedoel, je komt met 1-0 voor en dan ga je gewoon eens kijken naar, ja, wat kunnen die mensen en wat valt er te verwachten. En dan krijg je zo'n wedstrijd en dan wacht je op, misschien kan je op 2-0 maken. Maar ja, dan schiet die Forlan die bal erin en dan hoor ik Van Breukelen zeggen, ja, die moet gelijk verdedigd worden. Maar ja, jij weet, Hans die wil al bij de aftrap, wil die al een muur hebben staan toen hij het zelf keepte. Ja. Maar als je mensen van 35 meter niet meer op doel mag laten schieten, dan zijn we ergens verkeerd bezig. Nee, maar hij kon niet uit zijn strot krijgen dat het een blunder was. Nee, het was een blunder. Jan Marijnissen, niet goed voor de gezondheid, hè, die gelijkmaker enzovoort. Nee, dat is heel slecht, ja. En ik vond wel dat hij voor lang wel net iets te veel ruimte kreeg, hoor. Mm. En of de keeper vrij uitging, weet ik eerlijk gezegd. Ja, maar Jan, je mag toch iemand van 35 meter wel gewoon aan laten leggen? Ja, maar goed, de verdediger was te laat. Hij ging er wel op af, ja. Maar hij was wel te laat. Maar goed, het 1-1 is schrikken, ja. En ik dacht eventjes dat we daarvoor dachten, we hebben ze al in de zak. En toen in één keer werd het allemaal weer op scherp gezet. Dat was wel duidelijk. Aad, was jij verrast of niet? Nou, ik was blij dat de Zeeuw geblesseerd eruit moest. Of dat Van der Vaart erbij kwam. Ik vind Van der Vaart, die bracht Sneijder beter in stelling. We hadden nu twee spelmakers, dat hadden we ook nodig. Want ze hadden het huiswerk goed gedaan, die Urenquezen. Want er was veel druk op onze verdedigers. Stekelenburg heeft een bijna lies blessure gekregen van de vele trappen die hij moest doen, terugspeelballen. Maar ik vond Van der Vaart echt een verbetering. Dat zullen we goed kunnen gebruiken tegen die twee verdedigde middenvelders van Schweinsteiger en Khedira. Want daar heb je een aanvallende nodig. Je gaat vanuit dat Duitsland onze tegenstander wordt al, hè? Daar ga ik wel vanuit. Mag ik dadelijk nog even mijn stokpaardje bereiden? Oh, je stokpaardje, daar komt-ie. Nou nee, ik zat te kijken met Aten. Ik was het roerend met hem eens. Als je Van der Vaart inzet, moet je ogenblikkelijk Kuyt eruit halen. Want die trekt alleen maar naar binnen, waardoor Van der Vaart met zijn steekpaas niet door kan. En zet je dan Elia op links, houdt het veel breder, krijg je veel meer mogelijkheden. En Kuyt draait steeds om als een verkapte verdedigende middenvelder en tikt dan de bal terug. En ik had de indruk in de laatste fase van de wedstrijd dat als Sneijder aan de bal was en Kuyt stond vrij, dat hij hem oversloeg, dan draaide hij om en dan ging hij aan de andere kant over. Maar toch, Johan, Dirk Kuyt verdient een bepaalde waardering, zegt Marcel de Graaf uit Oost-Bierum. Je kan beter beginnen over de zwakke Van Persie weer. Je had natuurlijk ook Kuyt in de spits kunnen zetten. Ja. En dan gewoon Kuyt gewoon wel erin laten staan. Dan zou ik nog liever Huntelaar in de spits zetten, hoor, eerlijk gezegd. Maar ik heb het nu over Kuyt. En als ik het over Kuyt heb, heb ik het niet over Van Persie. Van Persie, die is van de buitencategorie. Die heeft veel meer krediet dan Kuyt. Ik vind dat Kuyt zeer wordt ondergewaardeerd. Hij komt technisch misschien iets tekort. Maar het is niet voor niks dat heel Nederland met hem wegloopt. Behalve natuurlijk de echte kenners, zoals hier naast mij. Maar de meeste mensen lopen ermee weg. En ik vond hem vandaag ook weer uitermate nuttige dingen doen. Ook op het laatste moment nog. Ja, hij gleed een keer dat meeverdeden. Maar ja. nuttig ben ik wel met iedereen eens. En dat hij een fantastische wedstrijdinstelling heeft. Maar als hij aan de bal is, heeft hij nooit iets bepalends. Hij kan nooit een wedstrijd openweken. Het is breed, ja. Heel voorspelbaar. Hij had ook nog een voorzetje waar het doelpunt uit kwam, toch? Het is wat. Ja. Een voorzetje. Nou, het is wat. Het is, ja. Die man kan niks goed doen bij jou. Hij gaf een voorzetje.
Hij gaat een voorzetje waar het doelpunt uitkomt. Wat moet die man doen voor jou? Dat is 5 wedstrijden, 1 voorzet, tel uit je winst. Nou, maar die man die werkt elke keer zich een slag in de rond, is altijd heel belangrijk. Ja. Maar waarom zegt Bert van Marwijk, jouw idool, zeg maar inmiddels? Ja. Koning voetbal van maar morgen? Moet ik het altijd met mijn idolen eens zijn? Nou ja, je mag wel eens een beetje wat objectiever worden, ik Dirk uit. Oh nee, dat heeft niks met objectiviteit te maken. Dat heeft met een mening te maken. Ik vind het bijzonder armoedig. Het is een tweede linksback, linkshalf, die daar in de zone speelt. En hij is helemaal niet bezig met zijn aanvallende werk. Als hij op links staat, komt hij nooit bij de achterlijn. Maar als Bert van Marwijk hem als eerste op het formulier zegt, moet dat toch wel iets zeggen? Dat zegt veel over de instelling van Bert. Bert gaat op zeker, dat zie je. Elia komt er 1 minuut voor tijd in. Maar die had ik naar een ander kwartier. Voordeel ook, en dat hebben we ook gezien, dat de spelers in een bepaald moment dat Nederland heel goed draaide, dat ze alles op Robben gaan spelen. Ze spelen als het ware Robben in vorm, omdat ze hem niet kunnen bereiken. En dan gaat Robben gewoon goed spelen. En dan gaat hij zelfs een schitterende goal met zijn hoofd maken. Ja, maar ik vind dat Kuitje wel een beetje. Kijk, die jongen wordt op die positie gezet. En we kunnen niet van die jongen verwachten dat hij elke keer buitenom vliegt en met zijn linkerbeen die ballen voorgeeft. Dat zit er gewoon niet in, klaar. Nee, maar je zet hem er neer om te verdedigen dus. Nee, je zet hem daar neer voor de balans. En Bert zoekt dan naar de balans in de verdediging inderdaad. En dan kan je kan maar 1 ding zeggen. Die jongen die vult perfect in vandaag. Precies. Weer een goede wedstrijd gespeeld. Weer met z'n tweeën. Ja. Hè? Ja. Maar, er zit niet meer in als wat hij nu doet. Dit is echt het matje. Dit. Er zit gewoon niet meer in. Ik denk dat er wel meer in zit als je een specifieke links buiten neerzet. Ja, maar dat zeg jij iedere keer. Dat doet hij niet. Nee. Maar goed, al met al staan we gewoon... En hij heeft het gelijk weer. En ze zeiden, maar het weer gewonnen. Ja, natuurlijk. Koning voetbal. Hey, die column van jou, die komt nu goed uit. Hè? Want anders ik heb een vooruitziende blik. Want ik heb alleen die mafkees van gisteren een hand gegeven. En ik heb het ook. Het is mij ook overkomen. Je bedoelt Henk de Gier, bedoel je? Dat je met jouw voorspelling goed zat. Ja. Ja. Om hem nou gelijk weer als een mafkees niet te zetten. Ja, maar ik heb die man toch waar hij bij was gezegd. Hoe ik over hem dacht. Ik vind het onzin. Hoe is het met je hielsporen? Ja, nou, als ik daar last van heb, dan ga ik niet naar Henk de Gier. Nee. Want Henk de Gier die heeft altijd vroeger een baan gehad bij André van Duin. En die zat in dat pak van ome Joop. Wat heeft dat nou mee te maken? Nee, dat is waar. Dat, ja, was dat, is, baan. Dat is ook waar. Dat weet maar ik moet ik als ik ziek ben dan bij die man aankloppen? Omdat maar, man ooit... Dat doet hij speciaal voor hem, dat pak aan. Hij heeft dat pak nog thuis. Maar omdat iemand ooit in het pak van ome Joop heeft gezeten, neem je hem niet serieus meer? Nou, nee. Als ik dan ziek ben, dan klop ik niet bij hem aan, nee. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik kreeg net een sms'je wordt de beste speler van het toernooi. Van ene Johnny de Mol, die zei... Vertel er even bij dat er nog nooit een speler is geweest die wereldkampioen geworden is... en de triple gewonnen heeft. Dus de Champions League, de beker en de landstitel. Dat is wel waar. Als hij dat gaat doen, is het de eerste speler in de historie. Dat geeft toch wel de grootheid van zo'n jongen aan. Absoluut. In de finale, wisten jullie dat? Ja, maar... Yes. Ja, hè? Als we in de finale staan, dan mogen we geen serieuze onderwerpen aansnijden. Dan moeten we alleen maar onzin uitslaan. Nee, absoluut niet. Okay. Maar we mogen wel een dan beetje kunnen we ook heel goed, dat hoor. Gevoel een beetje vasthouden, Johan. Het gebeurt niet zo heel vaak, weet je wel. 1 keer in de hoeveel jaar? Dat we in de finale staan. Toch? Ja, maar moeten we dan om de 5 tellen roepen van jongens, we staan in de finale? We staan! Absoluut. Want wij staan in de finale. Over een integere, serieuze analist over zijn rug wordt er weer leedvermaak gecreëerd. Hè? Het is te droevig voor woorden. Hij was alweer leuk, René. Heb je hem gezien of niet? Ik vond hem wel weer leuk. Hij was leuk. Kijk, komt hij heel even voor de mensen die hem gemist hebben in Knudden. Ook vandaag weer. Johan zat op het toilet met een sigaar. En wat gebeurt er? Het alarm gaat af. Zijn vrouw had een rookmelder aangelegd. Ja, het blijft gewoon ontzettend leuk allemaal. En wij blijven ervan. Toch kip in de tijd, toen jij zo idioot genoeg bij Sparta... en je had het resultaat gehad, had het wel gewerkt? Wat zeg je? Nee. Toen je zo raar deed bij Sparta, had het dan wel gewerkt opeens? Nou, dat weet ik niet. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de spelers en een beetje geluk. En als het geluk een beetje tegen zit, dan... dat gaf ook aan dat ik begrijp, en dat begreep ik daarvoor ook al, hoe moeilijk dat vak is. Hoe moeilijk Van Marwijk het nu heeft. Ik heb Van Marwijk zien zitten. Daar let ik als trainer, let ik ook op de trainer. Van Marwijk heeft altijd zo gezeten. Maar vandaag zat hij dus zo. Dat zijn dingen dat de spanning koud, steeds hoger wordt. Koud. Maar hij gaat er wel heel goed mee om, met het succes. En je krijgt dan een goal tegen. Ja, dan moet belangrijk je is, ik was even benieuwd hoe je daarmee omging. Gelet op het feit dat je... Nou, heel volwassen. Ja, dat je toch weer gewoon aanschuift en bij jezelf denkt... van maakt mij allemaal uit. Maar... Ik weet hoe moeilijk dat vak is. Dus, en de kritieken die horen daar gewoon bij. Hè. Als je dan maar van de kritieken van mensen die het voetbal gespeeld hebben... die weten hoe je een balletje moet raken... Mensen die toernooien bezocht hebben en de voetbal wekelijks, dagelijks volgen... en hierover kunnen praten, daar heb ik respect voor. Maar niet die papegaai die dezelfde teksten overnemen die hij hier verkondigt. Die lees ik terug in allerlei
zogenaamde vakbladen, weekbladen, dagbladen en bij de pers die bij het station liggen. Jij bedoelt niet toevallig de column van Wilfred, toch? Onder andere, natuurlijk. Ja. Absoluut. Nou, dan moet je die maar eens in dat mooie oranje binnenzakje steken van je. Daar is hij, mijn oranje binnenzakje inderdaad. Nog één keer, laat het nog een keer. Want we staan in de finale, hè? Ja, ja. Dat is veel belangrijker natuurlijk uiteindelijk allemaal. Frans, wat wordt het? Is een wedstrijd om naar uit te kijken, ouwe reus. Ja, is een clash, man. Ja. Ik bedoel, deze wedstrijd wisten wij van tevoren wat de uitslag zou zijn. Maar morgen wordt een echte, morgen wordt een echte wedstrijd. Daar is geen zinnig woord over te zeggen morgen. Duitsland-Spanje, geweldige wedstrijd. Ja. Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij VI Oranje. De finalisten zijn bekend. Nederland neemt het aanstaande zondag op tegen Spanje. We praten erover in deze aflevering van VI Oranje vanuit het Koerhuis in Den Haag, Scheveningen met Johan Derksen, René van der Gijp, Mark van Hintem en Casper van Koten. Vanavond uit je bol gegaan bij de wedstrijd? Nou, ik wou alleen maar even zeggen, ik laat een kutscheetje van plezier op dit moment. Want dat Spanje stelt natuurlijk niks voor en Duitsland is helemaal aan te schieten. Ik ben blij met deze finale en Jamie Lardell, die toch zaterdag in het voorprogramma van Prins staat. Kutscheetje van plezier nogmaals. Nee, ik vind het geweldig. Ik ben heel blij met Spanje. Het enige verschil bij hun, wat je ziet, Johan, is dat bij balverlies sluiten ze gelijk alles op de hoek in, hè. En dat is training. Dat is het feit dat er 7 man, 8 man iedere dag met elkaar trainen. Zodra die Xavi balverlies leidt, ze proberen altijd balverlies te leiden op de zijkant. Hè? Nooit in de as van het veld, altijd op de zijkanten. Maar zodra die dan op de zijkant balverlies leidt, zie je gelijk die hele groep die kant heen gaan. En dan leef je hem weer in. Dan maar leef je hem weer in. Eén ding, dat deden die Duitsers niet. Die hebben geen enkele speler die met een individuele actie een tegenstander passeert. En als Robben er langs gaat, dan ontstaat er meteen een hele interessante situatie. Want dan moet het centrum gaan kiezen en dan krijg je afspeelmogelijkheden. En Van Persie die is geladen. Die wil het toch waarmaken. Ik ga gewoon met hem meedoen, hoor. Ik ben benieuwd. Dusdanig groot gisteravond, Johan, dat zelfs Wesley Sneijder op schoot ging zitten bij Jack van Gelder. De vraag komt nog. Als we zondag de titel pakken, mag Sneijder dan ook bij jou op schoot? Vraagt de oude bonenschrijd uit Leeuwarden. Nee, zijn vriendin wel eventueel, maar Sneijder niet. Maar ik zat tv te kijken en toen zag ik dat. En Jack was helemaal in de war, want die heeft laatst wat gezegd. En ik geloof dat een oranje speler daar een beetje boos over was. Dus Jack was in alle staten, want hij kon er niks aan doen. Heeft 1000 keer zijn excuses aangeboden. Ja, Van Persie was een beetje boos. Hij was teleurgesteld in Jack, was die. En nu was er een stoel te weinig. En Jack, de man die journalistiek bedrijft en ook al het programma Fiets hem erin zo leuk doet, journalistiek. En die kreeg Wesley op schoot. En die gaat zo om Wesley. Die had bijna een orgasme niet, want Wesley op schoot zat, maar van genot, want daar geilt hij helemaal op. Wat misselijk. Echt misselijke tv. Ik zeg Jack bij jou op schoot als we wereldkampioen worden. Voor geen goud. Maar ik had de indruk dat de jongens het wel leuk vonden, dat hij het wel fijn vonden. Nee, Jack vond het leuk, want Wesley ging zelf ook uit zichzelf ernaast zitten, gehurkt. Want Jack maakt er zijn show van. Want Jack maakt overal zijn show van. Want hij is bijna net zo zelf ingenomen als Mart Smeets intussen, hoor. En dan moet je wat kunnen om dat te kunnen. Die is haast niet te overtreffen. Want iedere gast die daar geïnterviewd wordt, is een figurant. Want Mart wil en de vraag stellen, maar ook het antwoord geven. Aan de ene verslaggever erger je en aan de ander niet. Maar dat is voor iedereen is dat weer anders. Heel veel mensen die ergen zich in Evert de Napel. Ik erg me daar niet aan. Ik zit te wachten op al die clichés tot ze komen. Ja, deze meneer die geeft zijn visitekaartje af. Ik zit al vanaf de eerste minuut te wachten. Ik denk, gaat even nog visitekaartjes afgeven. Ja. 18 karaats goud, de eerste goal. Geweldig. Maar ik hou van Evert. En misschien die stem die klinkt zo vertrouwd. En bij Frank Snoeks, dan zie ik altijd Adje Keulen-Deelstra rijden. Want die afficheer ik met schaatsen. Ja. En ik vind ook Adje wel van een hele lange generatie geleden, maar jawel, ja. Maar ik zie een schaatser. En Frank Snoeks maakt de fout. Je geeft hem een microfoon en hij denkt dat hij doorlopend daarin moet lullen. Maar de klasse van een verslaggever is af en toe ook je mond houden. Want hij hoeft mij niet te vertellen wat ik zie. Ik ben niet helemaal gek. Ik ben niet zo dom als ik eruit zie. Nee, maar daarom vond ik juist die opmerking, hey, een mens op het veld zo leuk. Denk, ja. Ja, maar daar ben je misschien cabaretier voor, maar ik vond het helemaal niet leuk. Maar ik kan niet zo goed tegen Frank Snoeks. En ik vind Jeroen Grütter bijvoorbeeld erg goed. En ja, die krijgt nu weer niet de finale, terwijl die jongen het heel goed gedaan heeft. En Snoeks staat blijkbaar hoog in de pikorde. Maar ik begrijp het niet. En voor de rest moet Snoeks dus daar niks van aantrekken. Want wij journalisten hebben niet zulke lange tenen, daar kunnen wij wel tegen. Maar ik vind niks. Nee. Maar Blatter zal er niet blij mee zijn geweest dat die man op het veld kwam. Blatter, is dat toch... Dat is die man die valt altijd.
Ja, dat is hem inderdaad. Oh ja. Oh. Ja, ja, nee. Ik vergeet dat wel eens inderdaad. Maar dat was bij zijn aanstelling, misschien weet niemand dat, maar bij zijn aanstelling in 98 is hij gevallen. Ja. En daar gaat hij Johansson omarmen. Die mocht hem helemaal niet trouwens. Nee, die haten elkaar werkelijk. Ja. Ja. Ja, hoe vaak dus... hebben we dat nou gezegd, dit? Nou nee, maar zonder dit filmpje waren we geen avond volgekomen. Ja, dat zal het toch niet zijn om voor dat nieuwe getrouwde stijl in Manchester te gaan wonen? Nou, ik vind Manchester een fantastische stad. Jij bent de laatste jaren niet in Manchester geweest, hoor ik. Want dat is echt een stad die heel erg is opgeknapt. Maar als je mag kiezen tussen Milaan en Manchester... Dan kies ik voor Manchester, ja. Ja, maar je hebt allemaal van die cd-winkeltjes... Ja, maar zo, rondom... Ja, 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 ja. Ja. Nou, inderdaad. Ik weet daar hele goede cd-winkeltjes. Ja. Ja. Maar dat zie ik best in Jolante niet rondom zitten, Manchester kun je fantastisch in dat glooiende groene landschap wonen. Moet je maar zo Ruud van Nistelrooy vragen. Ja, James Herriot. Gezellig. Nee, met die smog in Italië. Ik ben in Italië geweest, dan mocht je met de auto niet buiten van de smog. Dat is leuk daar in dat Milaan. Ja, nou ja, het gaat uiteindelijk allemaal om keuzes die wij niet hoeven te maken. Met die ultra-rechtse beweging daar. Gaat dit nou in? Organisaties zelfs, werkgeversorganisaties zijn er niet blij mee. Die willen dat het, als wij wereldkampioen worden, voortaan een nationale feestdag gaat worden, 11 juli. Nou, dat gaat me wat ver. Maar het is natuurlijk wel zo dat als Nederland werkelijk wereldkampioen wordt, dan is de hele voetbalgeschiedenis naar de bliksem, hè? Dan hebben we een nieuw fenomeen, dat is dit wereldkampioenschap. En dat heb ik me wel eens afgevraagd, ja, 74, 78 en die hele loopbaan. En al die types uit, die spelers uit de jaren 60, 70... Die stellen niks meer voor. Die stellen niks meer voor. Ja. Maar dat vind ik altijd leuk aan het Gouden Binnentrio met Abel Lenstra, ja, Kees Rijvers en F.A.S. Wilkes. Die konden nooit een wedstrijd winnen. Nee, maar zo dan... goed waren ze. Ja. Maar dan daarna ook, die categorie, die is helemaal weg. Ja, en Bert uit... De Worp. Wordt de beste coach alle tijden. Koning voetbal. Ja. Ja. Ga jij nog gekke dingen doen, Job? Je had dus, nee, ik hou helemaal niet van feesten. Carnaval vind ik het ergste wat er is. En dan moet ik hossen en dan moet ik een Jup Holland Jup shirt aan. En ik wil dat niet. Maar ik ben wel ontzettend blij en ik kan dat als geen ander verbergen. En ik ga dan lekker naar huis en ik doe de deur op slot. En dat gejengel moet ik niet hebben. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Sigaartje erbij. Jij lekker heel ver weg in Den Haag. Fijn, hoor. Beneden in de Crazy Piano's waarschijnlijk even zien. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Hollandstalig, hoop ik. Ja, bloed, zweet en tranen. Je kent ze inderdaad allemaal. Ja. Allemaal! Ja, maar... Maar Theo Komen die had vroeger een opleiding voor pater gehad. Maar het begon hier en daar te jeuken en toen is hij ervan afgegaan. En Theo Komen had een kind bij de zuster van zijn vrouw, bijvoorbeeld. Nou, dat is vrij ongebruikelijk in bepaalde families. Ja. Ja, bij het Engels elftal gebeurt dat. Maar dat staat gewoon in dat boek, dus ja, we verraden niets. Nee, we lopen over. Dus want anders hadden we het niet gezegd. Nee, je moet wel rauw inderdaad, ja. Dat is ook toevallig, hè, dat je dan heeft jouw vrouw ook zusters of niet? Nee, mijn vrouw heeft geen zusters. Oké, nou dan lijkt me een heel veilig gevoel. Ongevraagd word je hierin meegetrokken, hè? Je doet eigenlijk, je hebt nog niet eens iets gedaan. En je wordt op beschuldigd van je... Ben je blij je... dat het afgelopen is straks, Wils? Ik begin nu wel heel erg aan te verlangen. Je trekt het bijna niet meer, nou, hè, qua vermoeidheid nog wel. Maar dit soort opmerkingen vind ik een beetje misplaatst, heel gezegd. Maar goed, dat Wilfred die mag alles over iedereen zeggen. Behalve als de grapjes over Wilfred gemaakt worden, dan is dat het op tegen het zere been. Dat vind ik altijd wel opvallend. Nee, maar om iemand te beschuldigen van het feit dat hij eventueel met een zus van een vrouw gaat, dat vind ik niet zo netjes. Nee, maar ik zeg, heeft je vrouw een zus? Waarmee je suggereert dat ik dat even zou kunnen vinden. Ja, maar dat, als je nou helemaal nergens meer tegen kan... Ik kan het echt weet je waar jij dan eens mee moet stoppen? Nou, geweldige flapdrol dat je bent. Nou? Weet je waar jij dan eens mee moet stoppen? Om hier roepen van je bent al in je derde huwelijk bezig, hè? Terwijl jij weet, mijn eerste vrouw is overleden. Ik ben één keer gescheiden en ik ben nu al jaren met de volgende getrouwd. Jij bent er ook een keer gescheiden? Ja, dat zeg ik precies. Er ook altijd. Ik zeg het maar dan moet je ook niet altijd zeggen van... Zeg ik, altijd. Oh, ik word neergezet als een soort rokkenjager. Dat vind ik ook niet netjes. Nee. De finale. Ik denk de finale. Dat het, wat gaat het worden? Gaat dat altijd zo? René, wat denk jij? Spanje, Nederland... Nederland, Spanje... Maar dit is net de lama's, denk ik, of niet?
Ja, maar bij de Lamas staken we elkaar ook echt met mes in de kleedkamer. Dat, ja. Wat denk jij? Blatter, nee, 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 nee. Jij weet dat niet, maar die viel en daarna weer terug is niet dezelfde. Die viel had zijn enkel gebroken. Ja. Maar die daarna weer... Kijk, die je daarna weer ziet... Die je daarna weer ziet is een andere. Dit is een hele andere weer. Dit is een neef. Johan heeft toch ook een neef? Die hoor ik vanmiddag op de radio. Ja, ja. Dickie Derksen. Dickie, die heeft hier twee keer aan tafel gezeten. Dan die kent hem niet. Okay. Ja. Ja. Oh, die heb je niet gezien, die aflevering. Nee, 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 die heb ik niet gezien. Nee, ik was ook weer aan het sappen. Je moet wel kijken natuurlijk. Ja, ik zap of zap al. Ja, jij zapt, wij zappen. Ja, nee, nou, tussen 1 en 7 zap ik steeds. Ah, oké. Okay. Even die heb ik altijd hoog op het vaandel staan. Toen ik nog voetballer was en toen werkte hij bij de Groningse Pers. Ja. En de derby Veendam-Groningen. En die tijd hield je nog plakboeken bij. Nou, jouw verslag, Evert, dat staat met een gouden lijst erom. Want jij vond mij een geweldige voetballer en ik zou nog een heel eind schoppen. Dus je had er geen verstand van, maar nog bedankt. Ik heb er altijd al kijk op gehad, Johan. Wacht even, we maken een fout. Trappen er toch in. We hebben het over de huldiging. Ja. Dat is niet goed. Ik vind het we ook moeten... iets aandoenlijks hebben om het nu al over de huldiging te hebben. Ja, dat is even... Spanje. Daarom. Ik hoor het mezelf zeggen en ik denk... Ja. Ik laat jullie maar een beetje... Dat je het al over de verslaggevers van de huldiging hebt. Dat is ik laat jullie maar een beetje lullen, joh. Maar die man die kan lekker... Die kale man kan lekker thuis blijven. Maar daar hebben ze John van Vliet. Ze hebben John van Vliet aan neergezet omdat het toch niet doorgaat. Die kan lekker een brunchje nemen hier de volgende dag. Nee, maar die heeft nog nooit een journalistieke vraag gesteld, die van Vliet. Dan is Jack van Gelder veel beter nog, vind ik. Maar wij winden ons nu al op, inderdaad. Ja, dat is niet goed. Is niet goed. Ja, pas echt, als ze Kees Jansma van die boot afgooien, dan gaan die woonarken pas om. Ja, precies. Dat ken je niet. Dat is een tsunami. Ja, dat wordt... Denk jij niet? Maar ik denk wel dat Jansma heel teleurgesteld is als hij niet het water gegooid. Ja, nee, die moet het water gegooid. Ja, maar Kees zal ook op die boot zitten. Als we al op die boot gaan zitten, zit Kees er ook op. Ja, Kees laten we nou hopen dat ze niet van die boot gooien vlak bij Artis, anders is hij nog daar gelogeerd. Dankjewel, zo kooi. We zitten hier te lang, heb ik de indruk. Wat had je gedaan met het gestoei, vraagt nog iemand aan het begin van deze uitzending. Hoe had je het commentaar erbij gegeven? Maurice van Rating uit Herten. Bij wat wij net deden, wat er toen gebeurde. Hoe had je daar commentaar bij gegeven? Worden de messen, lekker laten gaan. De messen worden geslepen, zegt hier iemand. Of het wordt onvriendelijker. Het wordt onvriendelijker. Dat is allemaal gespeeld, hoor. Ik vond het wel meevallen. Gewoon lekker laten gaan. René zat mij zo, lekker gaan, die twee. Lekker is dat. Ja, hier buiten, als wij in een kring om jullie heen staan... En jullie, dat vind ik heftig. En dan gaan we met allen... Nee, maar Johan. 35 dagen met Wilfred Gené op je lip. Ja. Ik geef het je te doen, hoor. Absoluut. Het is een soort taakstraf. Ja. We hebben nog weer 2 jaar bijgetekend, dus dat wordt hartstikke leuk. Zondag 11 juni het jaar 2010, nog 2,5 uur. En dan trappen ze af daar in Zuid-Afrika voor de 19e finale van het wereldkampioenschap tussen Nederland en Spanje. Zijn we al een beetje in de stemming? Ja! Ja, dacht ik ook. De ene laatste uitzending met Johan Derksen, René van der Grijp, Gerald Vanenburg en Ernie Brands. Toilet, de laatste minuten nog naar het toilet. Ook, of niet? Nee, dat was alleen, dacht ik, Jan van Beveren. Voor mij bekend, alleen Jan van Beveren, die sigaret daar ook nog voor de rest. Nam ik ga ook niet? Niet voor de wedstrijd. Nee? Niet in de kleedkamer. Jan van Beveren rookt altijd tijdens de rust in de kleedkamer. Maar Van Hanegem toch ook wel, wat ik begreep. Van Hanegem ook, ja, maar die gingen dan wel even naar de wc of zo. Ja. Die zaten stiekem te roken dan. Ja, dus dat is helemaal niet zo gek, hoor, ook op de wc. Nee. Ja, de een doet het met een sigaar en de ander een sigaretje, inderdaad. Vorige week Henk de Gier een hand gegeven. En sindsdien is er wat gebeurd en ken ik geen twijfels meer. En we worden gewoon wereldkampioen. Dat gevoel is heel sterk. Ja, het is mij ook overkomen nu. Ja? Ja? Je voelt het nu ook? Als jij nog pijntjes hebt, kom vanavond op mijn kamer maar even langs. Ja, hoe is het? De laatste minuten nog naar het toilet. Ook, of niet? Nee. Dat was alleen, dacht ik, Jan van Beveren. Voor mij bekend, alleen Jan van Beveren, die sigaret daar ook nog voor de rest. Nam ik ga ook niet? Niet voor de wedstrijd. Nee? Niet in de kleedkamer. Jan van Beveren rookt altijd tijdens de rust in de kleedkamer. Maar Van Hanegem toch ook wel, wat ik begreep. Van Hanegem ook, ja, maar die gingen dan wel even naar de wc of zo. Ja. Die zaten stiekem te roken dan. Ja, dus dat is helemaal niet zo gek, hoor, ook op de wc. Nee. Ja, de een doet het met een sigaar en de ander een sigaretje, inderdaad. Vorige week Henk de Gier een hand gegeven. En sindsdien is er wat gebeurd en ken ik geen twijfels meer. En we worden gewoon wereldkampioen. Dat gevoel is heel sterk. Ja, het is mij ook overkomen nu. Ja? Ja? Je voelt het nu ook? Als jij nog pijntjes hebt, kom vanavond op mijn kamer maar even langs. Ja, hoe is het met je hielspoor dan?
Oh, dat is heel, dat was meteen weg. Ik gaf één keer een hand en mijn Achillespees was over. Ja, ja. Vlaggen gemaakt, hier is hij volgens mij, hier staat het op. Oranje wereldkampioen. Andersom, vriend. Oh, ja, maakt niet uit. Kom. Ja, nee, ik kon hem lezen. Zo, kom maar. Ja, dat snap ik. Nu hebben we er nog niks aan. Kom nou. Nee, ik heb nog niet gezien. Maar is dit een gouden verzoek op dit? Oh, kom op, hier. Nee, ja. Natuurlijk niet. Oh, ja, deze schijnen al in grote getalen aangekocht te zijn. Ja, de Dokkum Vlaggencentrale, nee, die speelt commercieel op in. Dit is de Faber Vlaggencentrale, geloof ik, in Amsterdam. Maar hier, is het nou de gouden verzoek? Of maar kijk, mensen die met commercie bezig zijn, die moeten dit soort gokken nemen. En heb je de 100.000 laten drukken en ze worden geen wereldkampioen, dan heb je een probleem. Ja, dan trekken we dit shirtje ook weer uit straks natuurlijk. Maar volgens nog gaan we... Ja, merk je dat ook? Ja, maar we zijn allemaal al met die wedstrijd bezig. Ja. Zijn we ook nog een beetje of niet? Ja. Ja. Als jij nog één keer tegen het publiek roept, worden we wereldkampioen, zijn we weer bezig, krijg je een klap. Ja, echt waar? Ja, geef je geen klap. We worden wereldkampioen! Ja! We gaan even kijken naar Amsterdam, hoe de sfeer daar is, of kan dat nog niet? Even kijken hoe het al een beetje loopt. Ze verwachten al 100.000 mensen vanavond op het Museumplein. En er zijn er al een heleboel, zo te zien. Goedemorgen, dokter. Het zit helemaal afgeladen vol daar. Het was ook leuk geweest om daar tussen te zitten, Johan. Hè? Nou, maar dit gaat wel ten koste van onze kijkcijfers, hè? Ja, die 100.000 mensen. Ach, ja. Er zullen er ook nog een paar voor de tv gaan zitten, denk ik. Ja, het is toch geweldig zoals een land dan kan ontploffen. Moet eens kijken, man. Goeiedag, zeg. Zo gaaf. En dan moeten we nog 2,5 uur wachten ook. Nou, inmiddels 2 uur nog. We kijken. Ja, en toch begrijp ik niet dat mensen dat doen. Want je kunt de wedstrijd nauwelijks volgen. Het is hier een stukje rustig op het stadion. Je kunt een plensbui krijgen. Als je een pils wil krijgen, moet je een half uur in de rij staan. En ik zit toch veel liever bij René op de kamer dan. Ja. En dit is Zuid-Afrika. Vlak voor de wedstrijd, 2 uur te gaan. En daar stromen ze natuurlijk ook massaal het stadion binnen. Dus voor meer dan 250 miljoen euro is dat stadion verbouwd uiteindelijk. Dat kun je ook wel zien als je het zo ziet. Ja, daar zijn die mensen in Soweto heel blij mee. Ja, die hebben er wat van gemaakt, hè, uiteindelijk. Gelukkig dat Jan Joosten daarbij zit. Die heeft trouwens al een boodschap bedacht. En ja, dan gaat hij ongeveer dit doen zo meteen. Moet u even meekijken. Jan Joosten wil het Nederlands elftal nog een beetje lef meegeven. Nou, dan begrijpt u genoeg wat er allemaal gaat gebeuren zo meteen. Mooi plaatje trouwens, Jan Joosten, als je het zo ziet. Hè. Ziet er prima uit zo. Heb jij dat gedaan? Het was vrij hoog. Je bent een held. Ik durf dat niet. Nee? Nee, dat zou ik niet durven. Je zou het eens moeten doen. Nee, voor geen goud. Nee? Nee. Gebeurt schijnbaar. Ze hebben nog een plekje misschien. Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Dat durf ik echt niet. Nee? Nee. Nou ja, je zal er zo meer van zeggen. Ik had een. Ik had natuurlijk weer een grote mond. Überhaupt een keer toen ik dat voor het eerst ging doen. En toen mocht ik voorover een keer daar afvallen. Dat was in Amsterdam. En nu was hier in Scheveningen. Toen zei de jongen: heb je dat een keer gedaan? Toen zei ik ja. Zeg, dan moet je nu achterover. Nou, je weet ook niet wat je door je lichaam heen voelt gieren. Maar misschien dat het iets te maken heeft met de adrenaline die zometeen bij de jongens. Het is een geweldig gevoel. Door die lichaam giert. Heb jij dat wel eens gedaan dan? De allerhoogste ter wereld. 212 meter in Zuid-Afrika, de Blauwkansrivier. Ik heb nou, dat nou ook niet weer gedaan. Dan kan ik niet uit mijn bek krijgen, maar dan ben jij ook een held. Ja. Zijn we die momenten? Dan pak je gewoon even mee. Ik heb al 4 weken verkondigd dat ze wereldkampioen worden. En ik ben helemaal niet nerveus dat ze het niet worden. Maar wat nou als ze het niet worden vanavond? Want zien we je dan terug naar huis? Dan heb ik hier vanavond ongetwijfeld een verklaring voor. Ja, absoluut. Je weet nog niet welke. Tuurlijk. Nee, maar ik speel met de gedachte om Dirk Kuyt daar de schuld van te geven. Ze hebben één nadeel. Ze zouden met liefste in het 5-meter gebied nog 4 keer naar elkaar spelen. Ja. Dat is hun enige nadeel. Ja. Zou duidelijk worden als ze dat ook gaan doen. Dat vind ik wel leuk. Maar in ieder geval, daarom zeg jij, je wordt nooit weggespeeld. Als Spanje wint, zou het nooit meer als 1-0 of 2-0 worden. Want meer goals gaan ze niet maken. Spreading the word with our little
zondag 11 juli in het jaar 2010. Het is niet de avond geworden waar wij met z'n allen op hoopten. We gaan toch terugkijken met Johan Derksen, René van der Grijp, Jan-Joost de Gangelen en Gerald Vanenburg. Echt briljant spelen. En dan moet Nederland ook een rode kaart hebben in principe. Ja, misschien wel twee. Maar daarna had ik nog steeds het gevoel dat er wel wat in zat. Kijk, zolang zij die goal niet maken, de eerste 20 minuten was briljant. Maar dat komt omdat ze uit moeten kijken met 50 meter in je rug spelen met Pujol kan niet meer. Nee. Die beloopt het niet meer. Zag je wel een paar keer. En dat zag je een paar keer. En dat is levensgevaarlijk. Dan moeten ze een type Douglas dadelijk hebben die dat wel kan belopen. Jan-Joost? Nou ja, ik ben eigenlijk nog een beetje kapot ook. Ja. Maar vooral omdat het zo onwaarschijnlijk spannend was. Ja. Ik vond het eigenlijk een slechte wedstrijd. Eerste helft. Ja, van Nederland. De eerste 20 minuten Spanje vond ik. Ja, goed, maar ook niet echt levensgevaarlijk. En wat jij zegt, hè, volgens mij 20 seconden voor tijd krijgt Robben toch weer één keer een kansje. Ja, en moet weer een fantastisch paasje van Sneijder. En dan kan die korte hoek weer schieten. En, dan denk je toch, misschien kan het wel. Ja, dat is... ik kan er eigenlijk niet zo goed mee leven. Ik vond eigenlijk dat deze wedstrijd een penalty-serie verdiend had. Als we dan verloren hadden, had ik hem kunnen leven. Nee, ik vond dat de Spanjaarden de overwinning wel gewoon verdienden. De eerste 20 minuten hebben ze echt 3-4 kansen gehad. Echt. Ja, maar echt. Wij hebben vooral aan veel feiten aangelopen. Ja, we hebben wel achter hun aangelopen. We hebben een geweldige inzet getoond, maar we liepen voetballend achter de feiten aan. Het is ook de indruk dat sommige mensen niet weten dat we verloren hebben. Ik wil niet volgens mij slapen ze. Maar er staan hier een paar feesten vieren, alsof we de wereldcup is binnengehaald. Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant is het knap, fantastisch. Tweede. Het is heel vervelend, maar ik denk wel dat Spanje verdient vandaag. Ik vond wel irritant dat mekkeren de hele tijd van die Spanjaarden op elkaar. Ja. Was die voorgaande wedstrijd toch niet? Even het museumplein, jongens, hier. Kijk, iedereen draait af. Ja. Meer dan, hoeveel was dat? 125.000 mensen. Ja. En probeer dan dat tram maar weer eens te pakken. Dat is niet echt makkelijk natuurlijk. Nee, dat geloof ik niet, Ik heb deze voorlopig nog niet. Nee, je kan wel een taxi bellen, maar dat wordt ook niet eenvoudig. Deze kan je hebben, toch? Ja. Maar naast Van Bommel, of naast de jongen in de eerste helft met die onwaarschijnlijke achterlijke trap, Van Bommel ook een overtreding van achter. Hè? Als je een beetje pech hebt... Ja, en ik vind dat Van Bommel en Robben zich weer heel vervelend gedragen hebben met gebaartjes en vragen om kaarten en vervelend doen. Dat hoort niet, dat hoort niet. Nou, Robben had ons... Verlies dan als kerels. Ja, hij was een beetje aan het piepen, hè, Robben? Ja, terwijl hij gewoon die bal binnen moet liggen. Hè? Ik vond die Van der Wiel ook weer echt geweldig spelen. Bronckhorst ook, hè? Ik vond het begin niet zo sterk, hoor. Nee, maar Van Bronckhorst ook, hè? Van Bronckhorst, die heeft een heel goed toernooi. Echt geweldig. Nee, maar dit echt, ze zat totaal niet meer in als wat ze vandaag gedaan hebben. Dit was echt 100%. Ja, of Robben maakt die bal. Maar het was zo'n pech dat hij dus zeg maar recht voor die keeper kon. Ja. Dat is zo'n pech. Eigenlijk zou hij een beetje van rechts of een beetje van links hebben moeten komen. Maar je kon er nu recht op af. En de enige eigenlijk, of niet de enige, er zijn er meer. Maar die dat echt tot in de perfectie beheerste was Bergkamp. Hè. Ja, daar word je weer even ziek van, Jan-Joost. Wij worden ook een beetje ziek van, hè? Ja. Ja, maar je kan ook zo weinig. De conclusie is ook inderdaad wel van gewoon van top te doen. Maar je hebt er ook helemaal niks aan kunnen doen ook gewoon. Het is terecht. Nee. En achter de feiten aanlopen, dat zag je ook. Volgens mij zei Snoes ook. Ik geloof, hoeveel hadden we? 10 gele kaarten. Ook wel gewoon omdat het moet. Ja. Was niet bij te houden. Je moet ook kunnen verliezen in het leven, weet je wel. En als je nou die mensen beter zijn, dan heb je daar helemaal geen moeite mee. Ze hebben het fantastisch gedaan, alles eraan gedaan, zat er niet in, punt uit, over tot de orde van de dag. Ja, het is allebei verschrikkelijk. Maar natuurlijk omdat je zelf erbij bent en je had zelf kampioen kunnen worden. Ja, vond ik dat toen op dat moment erger. Maar nou voor de derde keer, dat is, kan je niet trots op zijn. Moet ik eerlijk zeggen. We worden de losers van het internationale voetbal. Is, Wilfred, kijk nou, de losers van het nationale voetbal. Ik vind als je als keuterlandje in die hele grote mensenwereld 3 keer in de finale speelt, vind ik je geen loser, hoor. Ja, maar 3 keer tweede, dus wat ergste is Joop Zoetemelk. Ja, Johan. Ja. Kijk, je zou... Ik ben met deze wedstrijd ben ik wel met Van Marwijk eens, weet je. Kijk, die andere wedstrijden had ik nog wel, joh. Speel wat moediger, man, tegen Slowakije en tegen Japan en tegen Cameroen. Maar als je deze wedstrijd moediger had gespeeld en je had met Van der Vaart begonnen en Elia begonnen, was je helemaal kleurenblind getikt. Dat had totaal geen zin. Van Persie, was die? Nou, Van Persie heeft ontzettend zijn best gedaan. Die heeft het hele toernooi ontzettend zijn best gedaan en... Niet één echt geslaagde actie waar dreiging van. Hij is dus niet geschikt in dit systeem om de spits te spelen. En hij is niet te benijden. Robbo op rechts en een rechtspoot op links. Hij krijgt van de vleugels geen enkele bal. Maar had hij het dan niet moeten opeisen van tevoren? Want hij wilde 9 zijn, toch? Hij wilde 9 maar dan zijn. Had hij rechts buiten gespeeld. Ja. Want ik denk dat Wesley Sneijder zeer terecht de 10 krijgt. Terecht. Maar had hij beter dan als rechts buiten kunnen fungeren? Dat zou best zijn. Ja, maar dat is achteraf van Koen de Kont kijken. Ik begrijp wel, die jongen heeft het Engeland succes centraal. Ik denk, dat wil ik continueren.
Alleen, ja, hij krijgt daar nog wel eens ballen van de zijkanten, maar hier in Nederland niet één. Nul? Want Robben gaat voor de actie en Kuyt gaat terug, die staat linksback mee te verdedigen. Maar achteraf, Johan, hè, als je dat, dan had hij achteraf beter kunnen kiezen wat wij vooraf zeiden, om hem op links te zetten en Kuyt in de spits. Want nou moest hij zoveel meters maken om bij de goal te komen. Dat is want ik denk, als je gaat analyseren wat die jongen voor werk verzet, niet normaal. Geweldig ja. is. Ja. Die moet hevig teleurgesteld terugkeren. Eigenlijk, als het mis zou gaan, misschien Dirk Kuyt de schuld geven. Maar die kon je ook net niet echt ervan. Nee, want die heeft weer hartstikke hard gewerkt. En op een gegeven moment moest hij mee verdedigen als linksback. Want toen zag je dat hij niet kon verdedigen. Toen ging die vent eromheen. Dat was bijna een doelpunt. Want hij is er dan wel. Maar echt verdedigen kan hij ook niet. In de weg lopen wel. Maar die man heeft zoveel inzet. Dat je eigenlijk hem niks kwalijk kunt nemen. Dat hij niet aanvallende acties toekomt. Want Elia kwam erin. En het was voor het hele team geen verbetering. Houden jullie nou een beetje. Ik had toch een beetje een onbevredigd gevoel over het hele toernooi. Nee, joh, moet je nou eens kijken. Maar waarom niet? Alle grote landen van de wereld zijn hier. Brazilië, Argentinië. En wij als Nederland met onze 16 miljoen inwoners met een failliete eredivisie. Wij spelen die finale. Het is geweldig. Jawel, nee, maar qua prestatie is het wel geweldig. Maar ik bedoel, je hebt toch ook als liefhebber dat je... Als ik nu denk aan het... heb ik al eerder gezegd, aan het EK van 2 jaar geleden. Dan herinner ik me de wedstrijden van tegen Frankrijk en Italië. Mooi spel, snel spel, fris spel, aanvallend. Nou, tuurlijk, we lagen eruit tegen Rusland en het was klaar. Maar dat zijn wel de wedstrijden die ik me kan herinneren. Welke wedstrijden kun jij over 2 jaar geleden... Ik vind, in dit toernooi hebben we niet echt wedstrijden gezien dat je anderhalf uur op het puntje van je stoel zat. Als het spannend was, waren we al tevreden. Ja, toch? Of niet? Zijn we verwend? Nou, Duitsland en Engeland was enerverend. Op het eind wel, Duitsland en Argentinië. Ja. Ja, Bert van Marwijk heeft zojuist gezegd, Bert van Marwijk zei, de beste ploeg heeft gewonnen. Ja, weer geen spel tussen. Nee, dat is zo voorspelbaar. Foutloos. Dat het juist is. Ja, je blijft hem gewoon hoog in het vaandel houden. En op zich is het ook logisch als je de finale had, maar het zou zo mooi zijn geweest. 125.000 mensen op het Museumplein die onderweg zijn naar toen huis. Toen hij eruit ging, dacht ik bij mezelf, dit kan ook een goed moment zijn om helemaal niet meer te voetballen. Gewoon helemaal niet meer te voetballen. Allemaal terug en alleen die bal nog maar de tribune in te jagen. En het gekke is dat ze dat niet deden. En daar snapte ik helemaal niets van. Ik denk, ga terug, eigen 16, en schop ze naar voren. En dan ben je levensgevaarlijk. Want dat kan nu. Zeker met Elia. Je hebt een reden. Ja, je speelt met een man minder. En dat hebben ze niet gedaan. En daardoor kwamen die Spanjaarden helemaal in de wedstrijd. En daar heb ik niks van begrepen. Helemaal. En die kans krijg je ook zo, hè? Die wordt gewoon eigenlijk naar voren gejast. En dan loopt die Robben, die loopt die Pion eraf. Ik snap er helemaal niks van. Ga lekker terug met z'n allen. Daar komt die kans uit, hè? Ja, ja. Maar daarmee bedoel je gewoon aansturen op die penalties, dikke neus. Alleen maar. En niet eens meer op de counter, gewoon alles in de niks meer doen. Voetballen konden we het nooit meer doen. Want je hebt een reden. Ja, je hebt een reden, je speelt met 10 man. Ja, en zij hebben het gevoel, we moeten scoren, dus ze gaan er steeds meer uitlopen. Ja, ik denk voetbal niet meer, joh. Dat is ook wel mooi dat jij met zo'n positief gevoel de allerlaatste uitzending uitgaat, hè? Toch? Ja, nee, maar ik ga hier altijd met een positief gevoel op zitten. Ja. Ja, maar ik vind, als we hier gaan zitten zo'n hele maand, dan moet je vrijuit je mening op tafel leggen. En dat geeft soms kleine botsingen. Dat is niet erg. Het ergste is als je je kijkers minacht en om de hete brei heen draait. Want dan kun je beter thuis blijven. Ja. Wil je nog wel Wesley Jolante een goed huwelijk toewensen? Nou, die wens ik alle geluk van de wereld. En Jolante heeft een hele goede invloed op hem. En ik hoop dat dat zo blijft. En ik hoop dat het oprechte liefde is. Ja. Nou, dat denk ik ook inderdaad. Ik geef je nog een cadeautje. Ik kwam hier de dassenkoning Tony Tetro tegen. Die zei, Johan, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan met al die dassen. Natuurlijk moet nieuwe dassen aanschaffen. Dus bij deze voor het nieuwe seizoen. Over 4 weken beginnen we alweer. Nou, ik krijg deze niet open. Kijk, allemaal nieuwe dassen. Dus daar kun jij mee aankomen. De komende tijd. Kun je ze ook inruilen bij hem dat ik geld krijg? Ik weet niet of dat mogelijk is. Maar prachtige dassen, maar... Oh, er zijn er ook bij die ik bij mijn pyjama kan dragen. Ja, die je dus in bed kan dragen. Dus als afscheidscadeautje van Tony. Ja, ik heb de dames allemaal weer een reden gegeven om de man op Vaderdag een das te geven. Ja, je bent opeens weer helemaal in met je das natuurlijk. De coaches er wat van geleerd hebben, want de coaches hebben het creatieve voetbal de nek omgedraaid. Dat bedoel ik. Met hun tactische schaakspel. Ja. En niet meer durven verliezen. En niet meer durven verliezen van de coaches. Dat is weer de schuld van de beleidsbepalers die iedere coach die verliest eruit schoppen. Ja, maar ergens is het er ook doodzonde, want er zijn allemaal kleine aapjes en mannetjes en die hebben eigenlijk alleen maar kunnen genieten van Spanje en niet van Brazilië. Nee, niet... Het klinkt gek, maar ik denk als je die team zonder coach zou spelen, dat we topvoetbal krijgen. Dat denk ik ook. Ja, maar ja, de belangen zijn te groot. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Zou ik maar zeggen, laat dat het motto zijn voor de komende toernooien. Geen coaches meer. Dat zat trouwens in jouw onderwerp nog gisteren. Dat was wel heel grappig weer gisteren. Dat je zei, waarom het misging in jouw carrière, omdat er overal een coach was. Dat... trainer. Ja. Maar ja, dat was gebruikelijk schijnbaar. Dat we overal een trainer moeten hebben. Ja. Voor mij is die Spaanse trainer is de enige die alleen maar roep van jongens, doe je best als het veld op gaat. Ja, die Engelse trainer die krijgt 8 miljoen per jaar. En als die gewoon thuis zou blijven het hele jaar, zou die gasten dan nog slechter spelen? Nee, dat kan niet. Nou dan.